We are fighting a war against Russia. Dat was dus vier jaar geleden, dat zou ik echt niet weten. Vervolgens is het natuurlijk dat het probleem met die vraag en de fout die met die vraag gemaakt is, uh, daarvoor geldt natuurlijk. Als Up Ukraine with the weapons they need and the economic support, they will fight to the last place. I was suggesting we bomb Belgrade, I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. We came, we saw, he died, <laughs> he died, he died, he died. <laughs> <laughs>

He's a little boy with his toys playing in the dirt Now he's up to war and a fun is blown His gut's all over the dirt Nu te zien. Hallo. Bonzoyer. Dat was een halve zin. De ene helft hoorden wij allebei en de andere helft het publiek niet. Maar fuck het. Uh, wat? Mag ik dat zeggen? Fuck het publiek. Dit is, uh, is wat Hillary we... Clinton ooit noemde: you have public positions and private positions. <laughs> ja, maar door dat nu hardop aan jou te vragen, uh, is het dan niet meer zo, toch? Is het ontmaskerd. Ja. Yeah. Dus nu is jouw ware sentiment. Ja, ja. nou ja, weten mensen dat gewoon. Ik bedoel, de mensen kennen me. De mensen, <laughs> de mensen kennen me inmiddels een beetje. Dus uh... ik bedoel, het zal niet als een verrassing komen. Gewoon, uh... ik uh, geef nergens om. Niemand, niks. <clears throat> He's a nihilist. Ja, dat is zoiets. <laughs> Dan ben jij de natie. Tenminste... Ze believe in nothing. Jij hebt tenminste een ethos. <laughs> Kijk. Het begint al goed. Uh, we hebben vanavond enige technische problemen. Dus het zou kunnen dat, uh, nou, dat er enige interventie moet gebeuren halverwege. Midstream dus... switchen we van platform. Van videoconferencing-platform. Uh... Is niet uit te sluiten, nee. Maar uh, ja, in ieder geval. Je kan ons helpen door Discord te bellen en zeggen dat ze even hun shit moeten fixen. Ah, waarschijnlijk worden hun servers daar dan meer overloaded. Dus okay, dat bel, maar ze maar te... niet. bel ze maar niet. Nee. Waarschijnlijk zijn ze er wel mee bezig. Ja, dat, tenminste, dat is dus echt hun officiële. Of hun, 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 hun statement op hun uh, platform. Dus dat zal wel. Maar ik kan wel even een Google Review achterlaten. Gewoon één ster. Gewoon stop. Oké. Okay. Goed. We gaan het. Uh, ja, het is niet zozeer dat ik denk. Het is heel zinvol om het te hebben over de verkiezingen. Maar er komen verkiezingen aan. En dat betekent oh, ja. dat er allemaal dingen gebeuren. En dat er aandacht is wat. Items creëert waar we het over kunnen hebben die wel relevant zijn, maar nou ja, het is heel schokkend is dus niet om dit te horen denk ik, maar voor stemadvies hoef je hier niet te komen. Oh, ik zat het nu net te denken. Gaan we voor de laatste, de laatste verkiezing? Gaan we gewoon een stemadvies doen. voor de laatste aflevering voor de verkiezing? Dus volgende week daarna. Nou ja, daar, daar kunnen we de komende week nog over hebben over dat gaan doen. Ik ben voor. You know my stemadvies. <laughs> ja. Nou, uh, er is dus een hele rits verhalen, items aangaande uh, de verkiezingen waar we het over gaan hebben. Waaronder uh, zeer verrassende uitspraken van de heer Baudet. Baudet? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, ja. Het is toch ook J. Gos? Oh ja, dat hadden we het vorige dus het keer. Het is toch ook, ook ja. Baudet? Nee, je hebt gelijk. Maar dat is gewoon Frans, dus dat is nog cultureel nabij. Dus dan, dan snappen we het nog wel. Oh, Ottomanen, ja, maar... snappen we niet. Hetzelfde argument voor het wel opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Ja, basically. <laughs> <ja>. Oké. <Okay. laughs> Die komt aan, hè? Ja. Goed. Dan gaan we het hebben over de financiering van politieke partijen. En welke zeer verrassende, maar niet heus. Uh, ja, conclusies daaruit volgen. Dan gaan we het hebben over. Een item waar Laurens Dassen, uh, laat het gezegd zijn, voormalig ABN AMRO bankier, verkondigd ja, uh, zeer progressief te zijn. Nee, knijter progressief. Laten we dat, knijter, hè? wie gebruikt dat woord nou ooit? Maar knijter -progressief. <laughs> hoe, hoe progressief is een knijter? Ik weet ik niet, maar ik vind het echt een Kneiter, uh, <laughs> knijter als woordversterker. Ja, ik snap dat je als een soort politicus moet je een soort pc uh, taal, of niet eens pc, maar gewoon <laughs> beschaafd taal, waar ik maar knijter. Come on, man. What de fuck. Ja, nou, en dan nog uh, wederom uiteraard een aantal zaken aangaande het conflict in Palestina, die uh, we gaan bespreken. Oh, is dat nog niet voorbij? Uh, nee. Oh shit. Fuck. Maar de manier waarop daarover wordt gesproken, tegenover de manier waarop de, de oorlog in ah. Rusland of in Oekraïne wordt gesproken, is uh, veelzeggend. Maar daar komen we dus nog op terug. Maar, even kort. Het is eerder aan bod gekomen en daarvoor ook, en daarvoor ook. Uh, dus heel veel nieuws is hier niet aan. Maar wel goed om nog even de vinger aan de pols te zetten en te concluderen dat nog steeds de Nederlandse economie in vrije val is. Dus de industrie, oftewel de daadwerkelijke economie... waar dingen worden gemaakt, waar mensen wat aan hebben... die heeft minder orders en hogere kosten door gestegen rente. Business Insider Nederland. De Nederlandse industrie heeft het nog steeds zwaar. Zo blijkt uit de nieuwe peiling onder inkoopmanagers. Bedrijven signaleren dat er... Minder nieuwe orders zijn en dat overtollige voorraden moeten worden weggewerkt. Oftewel bedrijven hebben meer liggen dan dat ze verkocht kunnen krijgen. En hier is dat mooie grafietje waar wordt bijgehouden of de uh, koers van de uh, Nederlandse industrie stijgende of dalende is. En als die onder de 50 is dan is die dalende. Nou we zien dat die nu al best wel lang onder de 50 is. Dus um, de neerwaartse trend die zet helaas door. En we weten dat dat natuurlijk alles te maken heeft met het onszelf afsluiten van de belangrijkste bronnen van uh, grondstoffen die nodig zijn voor industrie. En zoals het wordt gesteld bij nieuws.nl Oké okay. de pagina wil niet laden. Dus die slaan we even over. Maar min of meer de neerwaartse trend zet door, dat is de strekking ervan. Dus nu we hier weer mee up to speed zijn, gaan we door naar de VVD. Ah ja. Dit <laughs> is toch ongelooflijk? Of eigenlijk is het, het ongelooflijk, ongelofelijk? <laughs> maar dit artikel is. Ja, het is, het is gewoon uh, schaamteloos. Uh, nee, dat is wel leuk. <laughs> <laughs> Kijk, mijn idee was om dit artikel als laatste te doen, zodat we met een komische noot kunnen afsluiten. Alleen uh, de technische problemen die hebben daar een andere mening over. Dus gaan we het nu behandelen. Grote donateurs weten vooral de VVD te vinden. Andere partijen lopen achter. In aanloop naar de verkiezingen wordt de kas van de politieke partijen flink gespekt door donateurs. De VVD heeft dit jaar al anderhalf miljoen euro gekregen en staat daarmee ruim aan kop. Daarna volgen GroenLinks en de SP. De donaties bij deze twee partijen zijn voornamelijk van kamerleden en andere politici binnen deze partijen geldt de afspraak dat zij een deel van hun salaris afstaan aan de partijen. Dan is er hier een grafiekje van hoe de verdeling is. Nou, wat me opvalt is dat Volt naar rato van uh, hoe grote partijen ze zijn best wel veel financiering krijgt. Ja, yeah, ik vraag me af, het wordt verder niet gespecificeerd wie dat nou exact zijn. Dat kan je vast wel, is vast wel ergens te vinden, maar... Ja, ja er, er wordt gelinkt naar een documentje. Ik zal kijken of ik dat gauw even kan vinden. Er wordt gelinkt naar een documentje waar dat in staat. En um, daar is dat in terug te vinden. Even Mijn kijken video is, hoor. Mijn video is gone trouwens. Oh, daar ben ik weer. Oké, okay, weird. Ja, uh, dat zijn Aquiviento BV uit Zaandam, Ribbing van den Hoek Familiestichting uit Amsterdam, AD Milder uit België, Een buitenlandse, een buitenlandse uh, partij die financiert Volt. 20.000 euro. The fuck. Gek. Laurens Dassen, die heeft 10.000 overgemaakt. Heeft hij gewoon even liggen? Ja. Voormalig Gabi en Amrob. Oh my god. Ik zal even kijken of ik op de een of andere manier dit uh, kan importeren. Zodat we uh, het erbij kunnen pakken. Eén moment. Want. Ja, ik was wel van plan om het nog verder ook door te spitten van uh, waar deze verschillende donaties precies vandaan komen en of daar nog iets noemenswaardigs bij zit. Daar was ik net niet aan toegekomen. Maar in ieder geval hebben we als ik over enkele seconden genoeg tijd heb gerekt om hem te laten laden. Ja, kijk eens aan. Zal ik zal ook gelijk even inzoomen om het dat zichtbaarder te maken. Zo. Dit is de lijst. Dit is dus de publiekelijk, um, hoe zeg je dat, uh, aangegeven donaties. En nou, hier zijn we aangekomen bij Volt. En dat is dus, uh, oh, mis er een paar. Dit gedeelte. Dus we waren bij Laurens Dassen, direct Voltage Holding uit Meer. Van Den dat. Hofbeheer uit Zeist, Van Goetem, of Goetem. Internet Ventures. Amsterdam. Stichting Shuksan uit Saandam. VM Swinkels. Dat lijkt mij een individu. En MMM Dreesman. Nou. Dat geeft gewoon even 15.000 euro aan volt. Dat is toch. Uh, wat? Ja. Die mensen zouden dat gewoon even liggen. Gewoon... Okay. Die 15.000 is een BV. Ik zal. Uh... Uh... Ja, dat is nog wel interessant. Ik zal hierop terugkomen. Want dan ga ik voor de BV's uh, even uitzoeken waar die nou precies in zitten. Dat ik een beetje een beeld geef van welke. Uh, uit welke hoeken die uh, donaties komen. Maar terugkomend op het artikel. Veel partijen krijgen geld van donateurs, maar vooral de VVD springt in het oog. Dat komt door een fondswervingsdiner dat vastgoedondernemer Cor van Zanelhof eind augustus organiseerde. Oh, wat aardig van hem. <laughs> Lijsttrekker Dylan Jasilges wist ah, ja. de ruim 70 ondernemers daar te overtuigen met haar verhaal. Ja, 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 die hadden verder zelf nog helemaal geen opvattingen of ideeën over wat hun belang zou zijn. Maar toen, ze even naar, ja, ja. Ja. <laughs> maar toen luisterden ze even naar wat Dilan, Jesuge, Segerius, allemaal te zeggen had. En toen dachten ze: Oh ja, dit, die, hier ga ik geld aan geven. Ik wist nog niet wat ik ging stemmen, maar ik ga nu even 100.000 euro overmaken. <laughs> What the fuck. En harkte daarmee meer dan een miljoen binnen. De suggestie dat de ondernemers hiermee invloed zouden kopen, klopt niet, zegt Van Zadelhoff. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Ah, ja. Oh, hij zegt het zelf. Als, vazade, dus het is het niet zegt, zo. als hij het zegt, dan uh, zal het wel zo zijn, natuurlijk. Als je, als je ooit wordt vervolgd voor corruptie, dan kan je gewoon zeggen: nee, maar het is niet zo. <laughs> dan word je vrijgesproken. Dan zeggen ze: Ja, hij zegt het zelf, je nee, kan het weten. Dus, uh... Hij zegt ook: onze stichting heeft voorop staan geen invloed kopen met geld. <lacht> 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 het feit dat je dat soort van uh, moet expliciteren als onderdeel van jouw stichting, uh, dat zou je te raden moeten geven. Dat zou je te denken moeten geven. Ja. Ja, dat is duidelijk, natuurlijk. Uh, geen invloed kopen met geld. Wat wij wel willen. is wederzijds begrip. tussen politiek ah. en bedrijfsleven over. bepaalde onderwerpen. Mm. <laughs> dat klinkt als. Uh, hetzelfde. Dat is gewoon codetaal. De suggestie. Dat ondernemers hiermee invloed zouden kopen, klopt niet, zegt Van Zadelhof. Onze stichting heeft voorop, oh wacht even, ik heb ik net gelezen. Uh, de politiek heeft onvoldoende kennis over de on onderwerpen waar ze, waarover ze moeten beslissen. Dus wij adviseren uitsluitend. Maar dan geef je dus een soort van geld en advies. Dat is wat anders volgens mij, toch? Dat zijn ja. twee verschillende dingen, denk ik. Dat je zegt van. Hier is geld en het ik lijkt mij een heel goed idee als je deze en deze belasting afschaft. En we hopen dat je het goed doet in de verkiezingen. Succes. Oh ja. En als iemand vraagt of we invloed kopen, dan weet je wat je moet zeggen. Oké, okay, de volgende alinea is ook wel best wel grappig. Waarom denk je dat ik alle tekst heb klinkt? <laughs> Van Zalohof vindt het vooral belangrijk dat dat GroenLinks PvdA niet aan de macht komt... het is nu belangrijker dan, dan ooit... dat de VVD de grootste wordt... als Frans Timmermans aan de macht komt... is het een ramp voor het land en de ondernemers. Fuck. Dat is dus... Uh, waar, een, uh, ondernemers. waar een fonds... een uh, uitspraak over mag doen. Of een stichting. Is het niet zo dat een stichting... politiek neutraal moet zijn... om een stichting te mogen zijn? Of... Uh, Verzin ik dat? Ja, ik, je viel even weg. Ik hoorde de eerste deel van je zin niet. Oh, ik zei, is het niet zo dat een stichting niet neutraal moet zijn... in politieke zin om een stichting te mogen zijn? Oeh, dat weet ik niet zo goed. Maar dat lijkt me sowieso onmogelijk. Maar... Ja, oké, okay, maar er zijn natuurlijk een heleboel dingen die in de wet staan... aangaande status van organisaties die onmogelijk zijn. Dus dat is op zich niet per se ongeloofwaardig. Ehm... Um... ICT-ondernemer Ernst Nijkerk, die zelf een ton doneerde... Een ton. Ondernemer, oké. Okay, benadrukt dat, de VVD, dat hij de VVD ziet als goed doel. Als ik een donatie doe aan het Rijksmuseum... luisteren ze echt niet naar mij welk schilderij ze moeten ophangen. Dat geldt ook voor de VVD. Ik denk dat, dat als je aan een, een, uh, be, aan een museum een groot bedrag doneert... En dan zegt van: zou je dit en dit kunnen exposeren? Dat ze daar dan wel over in gesprek gaan, hoor. Ik denk het ook wel, ja. Hoe groter de zak, hoe groter hun oren zijn ook, denk ik. Precies. Hij vindt het liberaal gedachtgoed belangrijk. Het is onderdeel van een beter Nederland. Maar dat, dan, dan zeg je dus eigenlijk wel dat het je uitmaakt. Ja, maar dan wordt geld dus ook een manier om politieke voorkeur uit te drukken. Waarmee je uh, het gelijkheidsbeginsel van de stem in wezen uh, opheft. Er is in de VS toch zo'n uh, uitspraak van uh, de Supreme Court. waarin wordt gezegd: Money equals speech. Ja, Citizens United. Uh, uh, dat lijkt hier ook aan de gang te zijn, toch? Ik weet niet of, ik weet niet of dat in Nederland aan banden gelegd is. Nou ja, dat zie je eronder, maximaal een ton. Oh ja, oh ja. Oh, daar hebben we het wel eens over gehad trouwens. Yeah, yeah. Ja, 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 dat is gewoon. Oh ja. Dan geef ik mijn ene ton maar aan. Uh... <laughs> uh, dat is wel vrij dubieus. Maar ja, uh, dan again ook gewoon. Tja. En er wordt hier ook gewoon gedaan alsof dat iets is wat een neutrale handeling is, alsof dit, alsof er wordt gekeken door die bedrijven die torenhoge belangen hebben bij de manier waarop er wordt bestuurd van, oh oké, okay. nou ja, laat ik eens kijken wat. Uh... Wat mij een goed idee lijkt vanuit een filosofisch perspectief. En dan ga ik daar geld aan geven. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. En het is natuurlijk... Het hoeft helemaal niet zo te zijn... Dat daar een expliciete quid pro quo in zit. Dat er wordt gesteld van... Uh, nou ja, dit bedrag dat krijg je... En ik dit, dit wil ik ervoor terug. Uh, al is nee. het wel zo dat... Uh, nou ja, dat er wordt geadviseerd. Dus wat ze daarmee bedoelen... Daar kan je vraagtekens bij zetten... Maar de VVD die snapt natuurlijk ook wel dat als ze uh, uh, de eerste dag na de verkiezingen beginnen met een agressieve campagne om de macht van het bedrijfsleven aan banden te leggen, dat bij de volgende verkiezingen die 1 miljoen uh, euro niet meer binnen gaat komen. Ja, het werkt denk ik een beetje vergelijkbaar als uh, uh, hoe media werken. Het is allemaal niet zo expliciet. Het is, het is veel meer een soort van... Uh, er wordt een soort verstandhouding gecreëerd uh, met dat geld. En bovendien, als er echt iets aan de hand is... Uh, ik weet niet hoe die vent... Nou, ik weet uh, net zijn naam, die ICT-ondernemer. Die heeft wel het nummer van, uh, van Dylan uh, Yusilbe Segerius. Ja, dus nu die, wel, ja. Die krijgt, even een, die krijgt even een appie op een gegeven moment. En van, hé, hey, ik zit hier wel een beetje mee. Maar, nee, dat dus soort spieker. dingen gebeuren niet. Dat is ook niet met Uber gebeurd. Dat is toch best wel gedocumenteerd. Dat dat met, uh, hoe heet dat? Uh, zoals mijn vader zegt, opgewarmde lijk. Ja. Uh, <laughs> Uh, hoe heet zij? Die VVD-voormalige. Uh, ja, ja, welke bedoel je nu? Ja, die, die eurocommissaris was: Nelly Kroes. Die <laughs> was bij Uber, toch? En die heeft daar ja. toen lekker corrupt zitten, zitten, wezen, zitten zijn. Ja, zeker. Um, nou. Dan uh, komen we aan op een ingewikkeld punt. Want volgens mij zijn we. Oh. Zojuist door onze hoe zeg je dat niet geschreven artikelen heen. Discord doet het nog niet. Ik kan hem even nog een keer proberen op te starten. Ja, Hoe gaan wij dit oplossen? Je kan gewoon je volume misschien hard zetten. of je mic een beetje erbij. En dan je mic een beetje erbij houden. Ja, dus even voor de duidelijkheid. Um, als ik nu iets afspeel, dan. Is het op de stream wel te horen? Oh, maar... wacht, 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 wacht. Ik zit erin. Ah, oké. Okay. Uh... Moeten we even ombouwen, denk ik. Ik zie het inderdaad. Eén moment. La 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 la. Zijn we nog in R nu? La la la, uh, la. Dit gaat nog niet helemaal goed. La 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 la. Hi, 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 hi. Wat oe, gaat oe, oe, hier. Wat gaat er hier mis? Zo. Dat is beter. En ik weet niet waarom. Uh, oké, okay. nou, maakt niet uit. Gaat het ook goed? Ja, oké, okay, mooi. Nou, we're back. Oh, nog één seconde. Amateuristisch zit. Amateuristisch. Zo. <laughs> Knijp, niet... amateuristisch. Ah, ja. Dat we onze eigen uh, uh, conferencing app niet hebben. Dat we wel doneer mensen. Dan kunnen we onze eigen conferencing app uh, kopen, bouwen. Een nerd. Oh, wat, nou, dat is zijn... verder goed. Zijn zelf ook nerd. Okay. Ja, dat sowieso. Um... Nee. Maar geen tech nerd. Oh, jij wel een beetje. Oké, okay, ga door. Ja, nou ja, dat uh, moet je ook wel in je perspectief zien. Dat valt. Relatief mee. In ieder geval, um, hier hebben wij een interview van afgelopen vrijdag met Mirjam Bikker. En die wordt bevraagd bij Nieuwsuur over de situatie in Palestina. En, um, oh, die gaat een soort, uh, ik heb het niet gezien, maar die gaat waarschijnlijk een soort evangelisch, christelijk verhaal ophangen of zo. Tenminste, ze gaat het niet zeggen, maar dat gaat wel de grondslag zijn van wat ze gaat zeggen. Ja, er... Ik zou dit beschrijven als selectieve menselijkheid. Oké, goed idee. Het is net als dat debat tussen... Uh, Christopher en die figuur van Bij 1... en uh, wie zat er nog meer bij. Um... De derde ben ik even kwijt, wie erbij zat... maar van uh, bij uh, Nos op 3... waarbij een van de... vraagstellende jongeren... Uh, zelf uit een... Uh, mijn gereformeerde achtergrond kwam en die zei: van ja, moeten we niet uh, wat neutraler zijn? Uh, en Christoffer vroeg die dat in het israël palestine conflict. Want, en hier was de uh, zeer verlichte redenering: aan de Palestijnse kant wonen ook christenen. Ah ja, 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 dan doet het, het toe Dat heb heeft, ik heeft Tucker Carlson ook wel, dat soort dingen horen zeggen. Het maar. Over die figuur van bijeen gesproken. Waarom hebben ze die guy gekozen? Gewoon, hij kan niet praten. Hij is gewoon heel erg zenuwachtig de hele tijd. En dat is, dat is lullig voor hem, maar. Dan kan je niet je verhaal maken als je, je zo'n vervuur bent. Nee, het is niet iemand die. Savannah uh, die Zuvanis... Simons kon, kon er wel gewoon spreken, zeg maar. Die kon wel een punt maken. Je hoeft het niet los van of je het ermee eens bent of niet. Maar deze ja. guy kan niet praten. Ik is echt zo'n slechte keuze dat ze hem neergezet hebben. Maar, maar... Simons kon spreken en dat je dan dat hoort en dat je denkt: nee. En wat je wil hebben is iemand die kan spreken en dat je dat hoort en dat je denkt: ja. Nou, en... Soms zijn het goede dingen over dakloosheid en zo. Maar ze zijn ook heel vaak bullshit. En, uh, zo, eens. Maar dit is iemand die door je spreekt en je denkt, uh, wat? Wij We weten ook allebei niet hoe die heet. Zeg maar, dat uh, zie je. Het was, ik weet niet hoe die heet. En jij zei, noemde me ook die figuur van bijeen. Dus dat zegt wel wat, ik... denk ik. Het is echt, uh, <laughs> ik probeer dat te verhullen, maar ja. Echt een hele slechte move. Net zoals het de BBB dat ze die monarchijzer erbij hebben neergezet. Sinds ze dat hebben gedaan, zijn ze echt in de peilingen echt best wel gekelderd. Maar. Okay. Nou, nou maar. ja, goed. Dit is... Uh... Oeh, hij heeft een turtleneck. Nice. Het is een beetje wel nieuwsuur wordt nu op een andere manier weergegeven. Dus dat maakt het wat lastiger om het uh, op de stream te laten zien. Maar in ieder geval, laat ons gaan, zoals we dat in goed Nederlands zeggen. Nou ja, menselijk gezien weet je even niet wat de oplossing zou moeten zijn. Hmm. En politiek, ik keek vandaag naar het radiodebat, keek en luisterde. Het werd ja. ook op uh, televisie uitgezonden. Uh, waar Frans Timmermans zei dat uh, wat Israël nu doet. eigenlijk zo langzamerhand, we zijn bijna een maand na die verschrikkelijke uh, terreurdaad van Hamas. Uh, dat wat Israël nu doet buitenproportioneel is. Bent u dat met hem eens? Ik zie dat Israël uh, na 7 oktober ook wel existentieel geraakt is. Dus in het bestaan geraakt is. Ik, ik ken. Uh, de verhalen van mensen in het zuiden van Israël die zeggen wij durven hier niet meer te wonen omdat we niet veilig zijn door de terreuraanvallen uh, die Hamas heeft gepleegd en mensen die nog steeds mm. de Nederzettingen ik ken ook wel... sorry ga je gang ik ken ook wel mensen die daar eerst woonden en die daar toen ook niet meer durfden te wonen en daar toen weg zijn gegaan ja, die ken ik ook wel de Nederzettingen om Hamas of om uh, Hamas om Gaza heen zijn er ook geplaatst als militaire fortificatie om de Gaza strook uh, te bewaken dus ja, het is een beetje krokodillentranen. Van oh, die mensen die durven daar niet meer terug te keren naar hun bezettingswachtposten. En natuurlijk, er zijn ook kinderen die daar gewoon mee wonen. En dat is ook wel zo. Maar de vraag is: is het disproportioneel? Nou, de claim is dat er duizend burgers zijn vermoord, pak een beet, door Hamas. En. Die claim die is dubieus om het feit dat al die nederzettingen om uh, Gaza heen gemilitariseerd zijn. En dat alle volwassenen daar militair reservist zijn. Dus dat maakt het al wat troebeler. En daar komt ook nog eens bij dat heel veel van de gijzelaars die zijn omgekomen, blijkt nu later uit Israëlische bronnen. Israëlische kranten hebben dit vastgesteld. Uh, de Gray die had daar een uh, goede. Een compilatie van gemaakt dat een heel groot aantal van de gijzelaars die zijn omgekomen op die dag, of andere burgerslachtoffers die zijn omgekomen, dat die zijn gedood door Israëlische aanvallen. Dat er ergens, weet ik veel, 20 uh, gijzelaars en vijf uh, Hamas-strijders zaten en dat Israël heeft besloten: we bombarderen het huis gewoon plat. En mm. dat er dan twee overlevenden zijn van die gijzelaars. En die hebben verteld van ja. We zijn door het Israëlische leger op deze positie aangevallen. En honderden van de doden van, van die dag zijn waarschijnlijk of inmiddels vastgesteld het gevolg van Israëlisch geweld, niet van Palestijns geweld. En dat, dat betekent dus dat de verhouding Israëlische burgerdoden tot Palestijnse burgerdoden, als je in de meest sympathieke interpretatie meegaat, nog steeds tien staat tot één is. En dan... Ja is de vraag, is dat disproportioneel? Ik weet niet of je weet wat het woord proportie betekent, maar het is niet eens meer een moreel vraagstuk. Het is gewoon een wiskundig vraagstuk. Zijn er... Uh, uh, sorry, sorry. Uh, Tenzij je van mening bent dat een Palestijns leven minder waard is dan een Israëlisch leven. Ja, dat zijn dus heel veel mensen zijn dat van mening. Um, <laughs> ik heb hier wel kort iets over voorbij zien komen, maar ik heb het toen niet helemaal goed gelezen. Uh, zijn er demonstraties in Israël hierover? Want als dat gewoon in de krant staat, uh, kan ik me wel voorstellen dat er uh, uh, misschien toch wat Israëlieten uh, zijn uh, die enigszins denken: hé, hey, uh, ja, de onze eigen uh, strijdkrachten hebben die mensen zelf vermoord. De framing is, we moesten het doen. Want Hamas, net als de framing, oh, we hebben een ziekenhuis, een ambulanceconvoy gebombardeerd. Ja. Hamas, ze ontkennen het niet. Ze zeggen, nee, ze zeggen gewoon: ja, maar Hamas. Ze hebben uh, iets van uh, zes bommen van, wat is het? Zoveel honderd kilo midden in een uh, dicht bevolkt vluchtelingenkamp gegooid. En gezegd: ja, we dachten dat daar misschien een Hamas-kopstuk was. En nu zijn er duizend mensen dood. En we weten niet of we hem te pak hebben gekregen. Maar ja, het was het waard. Want Hamas. Dus dat is het argument voor elk geweld tegen wie dan ook. Wat ze op dit moment gebruiken als legitimering. En ja, ik weet niet precies hoe daar de, het burgerlijke verzet tegen is in Israël. Maar de bevolking die is en wordt, uh, zeg maar is in het continu en wordt nog steeds continu beleidsmatig getraumatiseerd om uh, ja, min of meer ze in te kleuren met de gewenste ideologie en daarmee Elke vorm van uh, gruwelijkheden te legitimeren. Maar er is binnen Israël niet uh, significante oppositie tegen? Ik heb er niks van gezien. Oké, okay, okay. staat gegijzeld zijn. Dus maar ik snap heel maar, maar goed, Timmermans ja, heeft het ja, natuurlijk over de, de reactie over de, van nou ja, wat Israël. Nou daar, daar kom ik op. Dus ik snap heel goed dat Israël zegt... wij willen geen Hamas meer, want wij zijn niet veilig. En dat ze daar alles voor in het werk stellen... tegen die terreurorganisatie. Maar is het proportioneel? Alleen het lastige is, en dat vind ik ook lastig... om nu vanaf hier te beoordelen met die beelden... wij zitten hier in de veilige studio in Hilversum... Uh, is dit proportioneel? En daar waar dat niet zo is, dan heeft Nederland dat ook uh, de Israëlische regering op aan te spreken. Maar ik vraag naar uw, uh, ja, nou, uw beeld en uw blik daarop. Want u zit nu in deze studio, maar dit is nu ja. al bijna een maand gaande. Nou, maar wat, ja, kijk, als Hamas de wapens e neerlegt en de gijzelaars terug uh, zou brengen, oh, uh, dan hebben we een uh, uh, hele andere situatie. Nee, hey, als Israël e ja, de wapens neerlegt, dan heb je ook een hele andere situatie. Ja, als ha Hamas de wapens neerlegt en de gijzelaars terugbrengen, dan hebben ze niks. Dan bevinden ze zich in dezelfde situatie als waar ze zich hiervoor be in bevonden. En die situatie heeft dit gespaand, gesparkt. Zeg maar. en, en, dat, en dat is niet omdat Hamas een soort van evil mensen zijn, maar omdat ze gewoon in een fucking keihard onderdrukt landschap uh, land wonen, een stuk grondgebied. Ja, als, als, als de Palestijnen van Gaza gewoon collectief de Middellandse Zee in zouden lopen en zichzelf zouden verzuipen, dan heb je een hele andere situatie. Ja, of tenminste, is... misschien wil Allah de Middellandse Zee doen splijten, dat weet je maar nooit. Maar... Ja, uh, wij heten die toen nog. Toen deed... <laughs> het is. Alles en daarmee is het doet... voor mij niet een carte blanche voor Israël. Nee, uh, ik, 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 er is oorlogsrecht, er is humanitair recht. En ieder onschuldig burgerslachtoffer wat valt door. Niet proportioneel geweld, dat mag niet. En daar moet Israël ook gewoon op aangesproken worden en tegelijkertijd. ook oh. oh, aangesproken, oké. Okay. Want burgerslaggers die vallen, vallen door wel proportioneel geweld, wat het ook mogen betekenen, dat is fine. Dat is prima. <laughs> nou ja, de proportie wordt bepaald door het aantal slachtoffers, lijkt mij. En de claims van Israël. En het is zeer dubieus, maar de claims zijn dat ze duizenden Hamas-strijders hebben gedood. En volgens mij nemen ze daar 7 en 8 oktober in mee. Dus dat betekent, uh, wat ik heb gehoord, is dat sinds ze zijn begonnen met het aanvallen van Gaza, dat ze tientallen Hamas-strijders hebben gedood. Nou, gefeliciteerd, tientallen Hamas-strijders. Want uh, in dezelfde periode is het namelijk zo dat... Er meer dan 10.000 burgers zijn vermoord. Dus dan heb je een uh, verhouding van, van die periode, dus na 8 oktober, van burgerslachtoffers tegenover militaire slachtoffers van, nou, pak een beet, 1 staat tot 100. Als je het ruim neemt. Dat is niet gemiddeld. Dat, is niet, uh, dat zijn niet cijfers bij een militair conflict. De vuistregel is dat de verhouding ongeveer 1 staat tot 1 is. Evenveel militaire slachtoffers als burgerslachtoffers. Niet 1 staat tot 100. Dus dat betekent dat het niet een oorlog is, maar een G-woord: genocide. Oké, wel ga, mag je dat niet zeggen? Nou, even kijken of zij nog. Ik zie wel hmm. die existentiële dreiging. En daarom vind ik het te makkelijk om heel snel te zeggen: dat is ook of wel we een. Van een soort ingestudeerd buzzword. Het is een existentiële bedreiging. Hoe is het een existentiële bedreiging? Kijk even wat voor militaire capaciteiten en economische capaciteiten Israël heeft en wat de Palestijnen hebben. Echt. Doe even, waar heb je het over? Nou ja die existentiële bedreiging die zou vorm kunnen aannemen op het moment dat Hezbollah betrokken raakt in het conflict, dan heb je een existentiële bedreiging. En de beste manier om dat te doen is, is gaan door, door aanvallen. te aanvallen. Ja, door te blijven doen wat, wat Israël nu aan het doen is. En als je gewoon iemand, stel gewoon, weet ik veel, vijftig lichtjaar verderop is er een ster waar intelligent leven is en je, je kan daar iemand uh, vandaan halen en hierheen brengen naar die situatie laten kijken... en uh, zeggen van... oké, okay, hier zijn alle gegevens die beschikbaar zijn... dit is wat er nu... dit is hoe Gaza er nu uitziet... dit is hoe Israël er nu uitziet... wie heeft een grotere existentiële bedreiging? Ja, maar echt. Dit is te absurd voor woorden... om überhaupt te doen alsof. We zijn gewoon... aan het toekijken... hoe de gehele westerse... of bijna de gehele westerse politiek... een soort clown-dans aan het doen is... Die in het geheel absurd is, in het beginsel absurd, door een gelijkstelling van de mate van bedreiging van de twee kanten te plaatsen. En dat iedereen dan doet alsof dat doodnormaal is. Dat niemand zegt van, is, is dit, is dit een, een sketch of zo? Of zijn die serieus? Ja. Nee, gewoon met droge ogen. Maar het is gewoon wederom een soort van het liberale circus dat niet uh, doorheeft dat de geschiedenis bestaat. De, die, die, die aanval van wat was het, 7, 8 uh, oktober. Die wordt gewoon uh, totaal in een vacuüm beschouwd. Ja. Het is echt gewoon weer van al de, 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 de lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen de vuur aanviel. <laughs> alles was helemaal goed. Helemaal goed. En toen opeens dacht Hamas gewoon van uh, we gaan mensen doodmaken. Want dat ja. is niet een gevolg van eerdere gebeurtenissen of een. Uh, 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 Politieke situatie. Ja. En dat is. En ik. ik ja. Ik, ik kan niet geloven dat. Uh, uh, mensen. zoals deze. hoe heet ze? Bikker? Bikker? Ja. Dat die dat niet weet. Dat die. Dus inderdaad, ik denk dat je gelijk hebt als je zegt. als het inderdaad. wat zij een soort clownsdans is. Want ze, 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 weten, ze weten. donders goed hoe het in elkaar steekt. Ja. Ja. Maar Hamas is ook opgericht. na. het begin van de eerste intifada. Ja, met Israëlische steun. Ja, met inderdaad uh, impliciete Israëlische steun. Of niet impliciete, maar uh, heimelijke Israëlische steun. Maar het oprichten van Hamas was een tegenreactie tegen het geweld tegen Gaza, wat plaatsvond. Hmm. Hezbollah is opgericht na de Israëlische bezetting van het Zuid-Libanon. En... Elke handeling van geweld die ik kan aanwijzen, of het is niet een handeling van geweld, maar wanneer een groep wordt gevormd aan de Arabische kant, om het idee van verzet tegen Israël heen, is stuk voor stuk direct voorgegaan door een Israëlse handeling van geweld. De aanval van, die niet echt een aanval was, van Arabische legers in 1948. Daaraan voorafgaand waren er 200 dorpen etnisch gezuiverd door Israël. En was er enorme druk vanuit de Arabische straat, zoals het wordt gezegd, om daar actie tegen te ondernemen. En elke keer wordt het omgedraaid. Wordt de initiële actie van Israël weggelaten, wordt de verzetsactie belicht als: oh wat erg, er wordt geweld gebruikt. En vervolgens wordt er gezegd... Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen. Mm -hmm. En dit soort figuren... figuren... ...komen of dit of... ...dit soort figuren... Die, ...ofwel die snappen dat niet... ...ofwel ze doen alsof ze het niet snappen. Dat, want hé, hey, daar zit wel een terreurorganisatie... ...waardoor men dag en nacht het leven niet zeker is. Er gaan dagelijks honderden raketten naar Israël toe... ...en dat vergeten wij soms hier... ...wat dat ook betekent voor de mensen daar. Oh, leuk dat je niet benoemt dat er dagelijks honderden Palestijnen doodgaan. Dagelijks honderden Palestijnen. Ja, ik weet het. Even ja, ja, ik... ja, ik ben meestal sprakeloos hierdoor verder. <laughs> dit, dit, dit zijn de. Um, hoe zeg je dat? De, dit is de sociale christelijke politiek, of de empathische christelijke politiek, of zo. De, de ChristenUnie. Ja, ja, dat is een beetje de linkse christenen zijn dat. Hè? Die zijn wel voor het, voor het klimaat of zo. Uh, Genocidale praktijken hebben ze gewoon, uh, is gewoon prima. Nou ja, Leidert... Israël heeft ook een heleboel bomen geplant om Palestijnse ah, ja. dorpen te verbergen. Maar goed, dat is wel klimaatactivisme, toch? Lijkt erop. <laughs> Misschien moeten ze, gaan ze nog oproepen dat. Uh... Israël CO2-neutrale CO2 uh, granaten en uh, raketten moet gebruiken. Misschien als ze zeggen dat voor elke Palestijnse baby... is vermoorden dat ze een boom planten... dat de ChristenUnie dan voor is. Dat is wel echt een environmental strat uh, van heb ik jou daar. Gewoon. En een figuur minder die CO2 uitstoot. En een figuur erbij die CO2 opneemt en omzet in zuurstof. Dat is maar... nog eens eco-fascisme. Eco <laughs> ja, dat is zeker waar. Nou... Wat um, Theo zegt, als China de grootste is, dan zal twee-staten-oplossing moeten komen. Zo niet, dan zal Israël moeten transformeren tot een normale democratie met gelijke rechten voor elke inwoner. Ja, dat maar vind dat ik laat. interessant. Dat er wordt gedaan alsof de twee-staten-oplossing... Um, alsof dat normaal is. Oh hé, hey, ik zie dat uh, ik denk meer chats heb gemist van Theo. In ieder geval... de voor Zuid-Afrika hebben we toch een een-staten oplossing gekregen? Er werd toch niet gezegd: oh, we gaan een gedeelte voor de blanke mensen maken en een gedeelte voor de zwarte mensen. Nee, dat is gewoon Zuid-Afrika. Daarin worden alle inwoners geëmancipeerd in één staat die een nieuwe vlag krijgt. Uh, dat duurt volgens mij wel even, maar dat doet er niet toe. En uh, waar onder de naam of nee, niet de naam, maar uh, de nationale identiteit van inheemse bewoners, iedereen gelijke rechten krijgt om deel te nemen aan het democratische staatsproces. Dat, dat was de oplossing voor Zuid-Afrika. En er wordt nu niet op teruggekeken van, oh, maar eigenlijk is dat een vorm van blanke genocide geweest, omdat ze, er werd gezegd dat de apartheidstaat moest worden vernietigd. Maar als je zegt dat Israël moet ophouden met bestaan en worden vervangen door één staat waarin alle etniciteiten, alle religies... Uh, gelijke recht hebben... een staat die seculier is... en democratisch... dan is dat een oproep tot genocide tegen de Joden. Ja, maar dat verraadt ook gewoon... dus uh, eigenlijk het... Uh, nou misschien genocidaal is een groot woord... maar het, uh, het ethno puriteinse karakter... van uh, mensen die daar zo tegen zijn, toch? Ja. Want die zijn voor het bestaan van... De Joodse staat. Uh, uh, zo wordt het vrij specifiek genoemd. En impliciet uh, aan de Joodse staat is dat dat voor Joden is. Yeah. <laughs> en voor niet-Joden niet. En wie zijn niet-Joden? Palestijnen. Mm -hmm. De uh, mensen die daar voorheen woonden. Ja. En inderdaad, een twee-staten-oplossing uh, gaat niet gebeuren. Zeg maar, dat wordt al uh, uh, heel lang geprobeerd. Uh, en een twee-staten-oplossing uh, resulteert in totale machteloosheid, totale gebrek aan economische ontwikkeling voor de Palestijnen. En een Israël dat kan doen wat ze willen, zowel in Gaza als op de Westelijke Jordaanoever. Uh, en gewoon at will. Uh, Palestijnen kunnen vermoorden en of kunnen treiteren en of proberen hun het hun onmogelijk te maken om, een, om een, een toekomst of een leven op te bouwen. Ja, ja tenzij er een systematische ontmanteling van uh, Joodse nederzettingen plaatsvindt op gebied dat dan aan de Palestijnen wordt teruggegeven om hen een gangbare staat te geven. En nou ja, ik bedoel, ik, als Israël dat wil doen en die mensen die daar wonen, die willen dat ook doen, dat gaat niet gebeuren. Maar oké, okay, prima, dan kan het misschien werken. Um, de andere mogelijkheid is dat die settlers, die juist de meest racistisch anti-Arabische uh, Israëliërs zijn, dat die mogen blijven wonen waar ze wonen, maar dat zij dan een Joodse minderheid in een Palestijnse staat zijn. Dat kan ook. Uh, denk je dat ze daarmee akkoord gaan? No way dat dat ooit gaat gebeuren. Dus de, de twee-staten-oplossing is gewoon echt in sprookjes geloven. Ja. Nee. Nou. Dus, uh, Clintonisme is dat. Uh, ik weet niet of dat een woord is. Maar... Wat ook een leuk sprookje is wat we horen over het conflict in Gaza. Oh ja, iets met Poetin. Ik heb ook ja. iets, iets met Poetin. Dus dan is het wel gewoon: Poetin Putin maakt er gebruik van. Poetin wil het in zijn voordeel spinnen. Poetin, Poetin, Poetin. Nou, we... <laughs> zo Sorry. te horen kunnen we dit fragment <laughs> Nou, <overstaan? laughs> <laughs> oh, Ik wil wel weten wat ze nou weer te zeggen hebben. Ja, ik heb. Uh... Het is zo mooi, dat ik heb hier niet alleen maar het fragment ervan... ...maar ook gelijk de ontkrachting van wat ze zeggen bij de hand. Dus let's go. Is ...terecht kunnen komen. En naast de Bye. Nederlanders waren er ook twintig Belgen aan boord. Dan naar de Russische president Poetin... ...want voor hem is de oorlog in Gaza een geopolitiek evenwichtsnummer. Poetin verbindt die oorlog nadrukkelijk met die in Oekraïne. Het geweld in Gaza leidt de aandacht af van wat daar in Oekraïne gebeurt... Maar risico's zijn er ook. Ik kan ook zeggen en bevestigen dat vertegenwoordigers van het Palestijnse beweging in Moskou. Hamas-leiders worden vorige week hartelijk ontvangen in Rusland. Poetin laat zich niet zien, maar wel zijn ministers van Buitenlandse Zaken Lavrov en, zoals blijkt uit deze foto van Hamas, de Russische onderminister Bogdanov. Oh wat raar. De uh, verkozen, laten we dat niet vergeten, ik bedoel wel een tijd geleden, maar desondanks verkozen regering of representanten van een staatsentiteit die op dit moment geopolitiek significant is, gaat op staatsbezoek in een ander land. Ja, ja, het is. Het is, uh, ik weet niet of je dat hebt. gezegd. Volgens mij we hebben we dat vorige keer gesproken. Ik mij dat we dat vorige keer gesproken. Of ik heb dat meerdere keren timmermans horen zeggen. Van, mm -hmm. er, Hamas heeft zich met deze actie buitenspel gezet. Er is geen mogelijkheid om te onderhandelen. Hamas is de, is de machthebber op de Gaza-stok. Yeah. Dus als je iets wil, uh, in termen van onderhandelingen of... Uh, het sluiten van een uh, wapenstilstand. Dan moet je met Hamas praten. Ja. En nu wordt dus. Poetin wordt dan hier weggezet als zijnde. Ik weet niet wat, wat precies nou de bedoeling is. Maar gewoon. Er wordt een soort. gacha met hem gesteld. Zo. Jij praat. Jij praat met. Uh, met Hamas leiders. Oh. Ja. Wat erg. Dat is een beetje alsof je Nederland bent en zegt. Oh, we willen we iets onderhandelen met de VS? Oh, alleen. Um... Zowel de Democraten als de Republikeinen, hun standpunt staat mij niet aan. Dus wij gaan als Nederland onderhandelen over een verdrag met de VS, maar dat doen we dan met de Green Party. Ja, die niks te zeggen hebben. <laughs> ja, nee, het is echt. Uh, het is me wel weer een staaltje. Ik kan het niet anders dan een, soort, dan een imperialistische manier van denken. Uh, noemen, want wij bepalen wie daar de macht zou moeten hebben. En het, het, ook al is het niet zo, we gaan wel doen alsof. En de mensen die daadwerkelijk de macht hebben, daar gaan we niet mee praten. Ja. Oftewel, dat betekent dat je per definitie in dat conflict blijft. Of iemand moet winnen. Dit is gewoon weer een item breaking news. Rusland doet ja. iets. Ja. Uh. Oh my God. Ook Iran is op dat moment in Moskou om met Hamas en Rusland te onderhandelen. Iran is in Moskou. de Hamas-leiders zelf willen Russische gijzelaars eventueel met voorrang vrijlaten. Dat stuk is natuurlijk uitgelegd. Dat ze zeggen we hebben een goede band met Rusland. Ja, dat Echt raar ook. Dat... Diep een die taalgebruik toch? Maar echt raar ook dat uh, als er Russische staatsburgers zijn. en ik geloof ook dat een vrij significant deel van de Israëlische bevolking. een Russische achtergrond heeft. Ik heb ja. laatst iets van een miljoen of zo. Uh, dat dan de, Rus, de, de president van Rusland. van de Russische federatie denkt: van, wow. Laten we ik ga proberen die, ja. iets te doen voor die mensen. <laughs> dat is een beetje alsof gewoon. weet ik veel. Ik nu uh, mijn been breek of, of heel ziek word als ik op vakantie ben in, uh, nou, wat zullen we zeggen, Vietnam. Ik ben daar niet, nooit, maar. En dat dan het ministerie van Buitenlandse Zaken gewoon op een of andere manier, of de consulaat of ambassade, op een of andere manier mij gaat proberen te helpen. Van uh, hoe gaan we dit allemaal regelen? En zo. Dat is wat zo'n ministerie van Buitenlandse Zaken doet. Dat is die, die zorgt ervoor dat burgers in het buitenland bijgestaan worden met eventuele problemen die ze hebben met de, de regering van een ander land. Of problemen of. Uh, Dingen, business, yeah. zeg maar. <laughs> ja, aangeschoven is Oost-Europa-deskundige Bob Deen. Goedenavond, goed dat u er bent. Als u deze beelden ziet, opvallend dat Rusland zich zo laat zien met Hamas. Nee. Nou, Rusland onderhoudt al lang uh, goede banden met Hamas, al sinds 2006. En zet daarmee ook een patroon voort wat de Sovjet-Unie ook al deed. Die steunde ook al lang Palestijnse verschillende bewegingen. Uh, maar Rusland... Welke uh, bewegingen, Bob? Was dat Hamas of waren dat de marxistische uh, bewegingen zoals de Volksfront voor de bevrijding van Palestina? Oké, okay, mm. verder. Ja, het voert hier een heel ingewikkeld diplomatiek spel uit, balanceert op een slapkoord. Want probeert tegelijkertijd goede banden te onderhouden met de Palestijnen, maar ook met Israël, ook met Iran en ook nog eens met Egypte. Dus eigenlijk uh, Rusland Echt? probeert een soort sleutelspeler. Bob. Bob, dat is wat diplomatie is. <laughs> Snap je? Je probeert nee. met iedereen uh, de banden te onderhouden, zodat je misschien samen iets kan doen, zodat er hopelijk geen conflicten of oorlogen uitbreken. Dat is wat diplomatie is. Ja. Wat niet diplomatie is, is de Israëlische vlag hijsen en uh, Israël bijna voorwaardelijk steunen. Dat is geen diplomatie. Dat is, uh, nou ja. Nee, dat is gewoon imperialistische machtsprojectie. Ja. Dat er naar een regering wordt gekeken en gezegd: oké, okay, dit is een actor die potent is en die wij op onze hand kunnen houden, oké, okay, dan gaan wij. Oh, al onze eieren in dit mandje leggen en ervoor zorgen dat je de ongedisputeerde machtigste in deze in dit land of in deze regio blijft en dat wij daarmee toegang tot die regio houden. Dat is westerse logica. En deze verbazing komt voort uit het feit dat Rusland niet aan inter, aan imperialistische internationale betrekkingen doet. Maar dit zegt zoveel over Bob Deen. <laughs> dat hij dit zo uh, uh, op deze manier... even denkt dat het nodig is... om dit uit te leggen. Zonder door te hebben... dat hij uitlegt wat diplomatie is... legt hij uit wat diplomatie is. <hijf> maar hij denkt niet dat dat diplomatie is. Nee. Hij denkt... Uh, 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 yeah. Ja, het is, het is een poging om... Uh, of wat Rusland doet... is eigenlijk in elke situatie... een poging om conflict te vermijden. Dus... Als het gaat om het conflict in uh, Moldavië met de uh, in de jaren 90, is het standpunt van Rusland: oké, okay, geen conflict, gewoon los van wat de uitkomst moet zijn, stop met schieten. En dat is waarom dat probleem nooit is opgelost, omdat zij niet hebben gezegd: oké, okay, Pristinistrovia, dat zijn etnische Russen, die zijn pro-russisch, dus wij gaan ervoor zorgen dat zij winnen. En uh, het, ik vond: nee, die hebben de peacekeepers heen gestuurd en gezegd: oké, okay, het inhoudelijke proces dat zal nog wel, dat komt wel, maar nu zorgen wij ervoor dat het militaire conflict weinig. Het precies hetzelfde wat ze hebben gedaan in Georgië in de jaren negentig. Want er wordt dan gezegd, in 2008 viel Rusland Georgië binnen. Maar dat conflict, die conflicten van Zuid-Ossetië Zuid en Abhazie, die stammen uit de jaren negentig. En toen heeft Rusland peacekeepers gestuurd om die conflicten te bevriezen. En die peacekeepers die zijn met een opwelling, of een, hoe zeg je dat, een oplaaiing ervan in. Uh, 2008 aangevallen door Georgië. En ja, toen... toch? Ja, ja dat, dat wordt ook niet erbij gezegd. Maar nee. um, in het geval van Artsakh was het standpunt van Rusland ook niet... van deze kant moet winnen of deze kant moet winnen. Maar het standpunt van Rusland is niet schieten. Omdat zij ook kunnen lezen en hebben gezien dat de Rand Corporation heeft gezegd... Hm, wij kunnen Rusland ondermijnen door allerlei conflicten om ze heen te creëren. Dus elke keer als er een brandje ontstaat is het eerste en het laatste instinct van Rusland. Oké, okay, blussen nu. Voordat dit daadwerkelijk een risico voor ons kan gaan vormen. En dat is mm. vanuit machtsrealistische overwegingen het geval. Niet dat ze een soort van ja, ideaal van vrede als objectieve leidraad voor hun buitenlands beleid uh, aanhouden. Maar het is wel wat hen beweegt. En in wezen ja. een veel verantwoordelijkere en minder. Uh, en, en verantwoordelijker buitenlands beleid. En als je dan zegt dat het gevolg daarvan is dat onrecht kan blijven voortbestaan omdat een verdreven bevolking hierdoor niet kan terugkeren of wat dan ook, dat, dat is misschien een, een legitiem punt. Alleen wat dat wel laat zien is dat Rusland in zijn buitenlands beleid dus niet de zendelingenmentaliteit heeft die het Westen wel heeft: van wij weten wat juist is en wij gaan dat elders in de wereld proberen af te dwingen. Ja, en het zorgt ervoor dat, uh, dat er niet zowel mensen vermoord worden als gebouwen en uh, weet ik veel uh, yeah. infrastructuur, fabrieken. <laughs> het, het zorgt ervoor dat, dat, dat daardoor een soort van, uh, in ieder geval economische welvaart. Op een bepaald pijl blijft. En ook ja, dus ik zal het nog een keer zeggen, niet dat mensen elkaar dood gaan maken. Ja. En dat ja. lijkt me goed. En dan inderdaad, moet je niet idealiseren dat ze een soort van vredesduifachtige uh, gebeuren is. Ze zijn ook natuurlijk met machtspolitiek bezig. Dat zeg je heel goed, denk ik. Uh, maar mensen worden, maken elkaar niet dood. En dat lijkt mij altijd uh, prettig. Te zijn in het Midden-Oosten en dat wordt steeds lastiger. Voor. Maar ook dus met Israël. Wat is die band? Nou, dat zijn verschillende dingen. Er is een hele nauwe persoonlijke band tussen president Poetin en Netanyahu. Uh, die gaat al lang terug, uh, tot echt het begin van de Amstermijn van Poetin. Er zijn ook heel veel Russisch sprekende in Israël. Dus het is een, een grote groep waar Poetin ook uh, nog enige banden mee onderhoudt en die ook belangrijk zijn in Israëlische verkiezingen. En ze delen nog een ingewikkeld belang in dat conflict in Syrië, mm -hmm. uh, waar ze eigenlijk tegenover elkaar staan, maar ook met elkaar tot voor kort in ieder geval afstemden om te voorkomen dat uh, ze daar direct met elkaar in conflict zouden raken. Dus dat is ook een evenwichtspel wat er met Israël wordt gespeeld. Aan de andere kant dus ook met die andere landen. Kort gezegd, Rusland heeft elke reden om geen bondgenoot te zijn van Israël, behalve het feit dat er een heleboel uh, Israëliërs met dubbel Russisch burgerschap zijn. Mm -hmm. Lijkt me een significante reden. Zeker, zeker. Maar geopolitiek gezien uh, is elke oriëntatie van Rusland tegengesteld aan die van Israël. Als het gaat om Iran, als het gaat om Syrië, als het gaat om de Palestijnse kwestie. En kijk, Egypte is wat ingewikkelder, want de rol van Egypte is min of meer om de Palestijnen onder de duim te houden. Alleen die, uh, die president van Egypte, die soort van als bono figuur kan worden gezien, maar ook niet helemaal, die is uh, ja, in principe pro-westers, maar... Heeft wel een soort van het idee van Egypte is groot en belangrijk en machtig genoeg om een regionaal eigen belang na te streven. Wat betekent dat hij soms iets onafhankelijker is dan bijvoorbeeld in Jordanië dat, uh, dat zou doen. Maar goed. Nu laat Rusland duidelijk zien: wij steunen ook Hamas. Wat is het belang van Rusland om zich daarin te mengen? Er zit een verschuiving plaatsvinden. Dus waar Rusland voorheen. Hoezo mengen? Volgens mij is het het Westen die zich er in veel grotere mate in mengt door te zeggen wij steunen Israël. Probeerde iedereen een beetje te vriend te houden. Kiezen ze nu nadrukkelijker voor zowel Hamas als voor Iran. En daar zitten een paar dingen achter. Ten eerste is het een hele sterke anti-westerse agenda. Rusland probeert ook het falen van dit de bemiddelingsproces van het Midden-Oosten. echt De Amerikanen in de schoenen te schuiven en ook in te spelen op. Het was hun proces, dus what the fuck. Ja. De Abraham, de, Accords, de, de Abraham Accords, die zijn door de VS onderhandeld. Dus ja, dit ja. hele Midden-Oosten-situatie is een product van het uit elkaar vallen van. Het, het is gewoon door machten bewerkstelligd, toch? Ja. Anti-Amerikaanse sentimenten in het bredere Midden-Oosten, maar ook in de rest van de wereld. En daarbij ook gebruikmakend van onvrede die er is over die westerse dubbele standaarden, zoals dat wordt gezien. Enerzijds heel erg die Russische inval in Oekraïne veroordelen door het Westen. En anderzijds maar heel weinig doen aan wat Israël doet in, in Gaza. Dus dat is de eerste agenda van, van Poetin. Maar ten tweede is het ook in zijn belang dat dit conflict alle aandacht opeist van de wereld en van de Verenigde Staten. Want dat zal dan tot gevolg hebben, dat zien maar eigenlijk al gebeuren, dat de steun voor Oekraïne afbrokkelt. Ja, hier is het, het lulverhaal wel echt uh, behoorlijk uh, op aan het stijgen. Maar hier komt de kerst op de taart nog. En dan maakt Poetin meer kans om uiteindelijk toch nog in Oekraïne aan het langste einde te trekken. Ja, toch nog. Uh, hij heeft natuurlijk daar wel een oorlog gaande. Die het wordt nu net gedaan al alsof, het, uh, uh, alsof Poetin het westerse narratief be be beheerst. Dat doet ja. Poetin niet. Ja, precies. Dat zijn de westerse machthebbers vinden het heel prettig. Dat hier de aandacht naar verschoven wordt. Want dan is het minder duidelijk. in hoeverre uh, uh, het een kansloze operatie is. voor Oekraïne. om alle gebieden en de Krim terug te veroveren. Ja, maar let op. Je komt. Nog... gaande okay. is en die ook toch zijn tol uh, eist aan de Russische kant. zitten er dan niet ook risico's aan voor hem. om allerlei vuurtjes in het Midden-Oosten. Op te stoken. Ja. Wat? Oh, dus het wordt nu als feit genomen dat Rusland het opstookt. Maar ze hebben net zelf zitten zeggen dat dat dat, dat Rusland probeert met iedereen een, beetje de, de, iedereen een beetje te vriend te houden. Ja, dat niet hebben ze meer. net Dus zogenaamd. Maar. Maar ze hebben niet. Uh, wat is er veranderd dan? Dat hebben ze niet iets gezegd toch? Of is mijn goudvisgeheugen echt zo. Uh... Nou ja, het is een vrij interessante stelling die wordt ingenomen van Rusland die is hier bezig om vuurtjes op te stoken wat in hun belang is en de, het Westen wil dat niet. Dan zou je je toch afvragen waarom het is dat uh, dit zo is ingezoomd, maar los daarvan, waarom het is dat Rusland op 16 oktober, dus dit is de eerste VN-resolutie die hierover ging in de veiligheidsraad, een resolutie heeft ingediend voor een onmiddellijk staakt het vuren tussen Israël en Palestina. En dus Rusland heeft dat ingediend. Zij doen het meeste hun best om het conflict te beëindigen, wat zogenaamd ze zelf hebben veroorzaakt om hun belangen te uh, bevorderen. En... Je wil een vuurtje stoken om je belangen te bevorderen. En het eerste wat je doet is er een plans water overheen gooien. Nou, misschien heeft iemand anders het dan aangestoken. Ik neem aan degene die tegenstemden waren. Uh, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Frankrijk en het Westers uh, blokland dat op dit moment lid is van de Veiligheidsraad. Ja, dus de landen die voor hebben gestemd uh, zijn China, Gabon, Mozambique en Verenigde Arabische Emiraten. En Frankrijk, Japan, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk uh, hebben er tegen gestemd. Japan er is. Dat is gewoon de designated uh, stemvee op dit moment. <laughs> ja, precies. <laughs> dit was op... 16 oktober. Nou, toen is er vervolgens in de Algemene Vergadering nog een resolutie ingediend voor uh, een, uh, een humanitair, humanitaire gevechtspauze in dit geval. Die is niet aangenomen. Deze is ingediend uh, door Brazilië. En. Uh, oh nee, sorry. The Security Council uh, today failed to adopt a resolution put forth by Brazil that would have called for humanitarian pauses to allow full, safe and unhindered access for United Nations agencies and their partners due to a veto cast by a permanent member of the Council of the United States. Dus dit is nog steeds van de Veiligheidsraad, 18 oktober, twee dagen later. En de landen die voor hebben gestemd waren... Uh, Even kijken, uh, 12 van de uh, landen, inclusief China en Frankrijk. De tegenstemmen uh, was de VS, de tegenstem die hem heeft geveto'd. En Rusland heeft zich in dit geval afzijdig gehouden, maar niet omdat ze geen staakt het vuren wilden, maar zoals ze hier aangeven: uh, dit is de statement van de Russische ambassadeur naar de WN. Anybody that did not support the call for a swift ceasefire must understand that they bear some responsibility for what has happened. The draft put forth by Brazil contained no clear call for a ceasefire. Dus Rusland heeft zich afzijdig gehouden, niet omdat ze er tegen zijn, maar omdat ze het niet ver genoeg vonden gaan. Maar, en, uh, ik, heb, ik heb zo een vraag, maar dat kan ook wel zo. Oké, okay. toen is er op 26 oktober. Een resolutie ingediend in de algemene vergadering voor een humanitair, uh, een humanitair staakt het vuren daarvan is de uitkomst als volgt deze landen die hebben tegengestemd in het uh, met rood gemarkeerd en nou laten we het op de kaart bekijken want dat is iets overzichtelijker rusland heeft ervoor gestemd rusland heeft voor dit staakt het vuren gestemd en uh, de VS, Israël zelf, een aantal proxyregimes in uh, de Pacifische Oceaan, Paraguay, wat ook een pro-Western proxyregime is, en een aantal Centraal-Europese staten hebben tegengestemd. Het is heel hmm. vreemd dat als dit conflict goed is voor Rusland en slecht is voor de VS, dat Rusland de hele tijd probeert het te beëindigen en de VS ervoor probeert te zorgen dat het doorgaat. Dat klopt dan volgens mij niet helemaal. Nee. En om dan nog de kers op de taart te zetten: Dit staat in de Times of Israel: As the EU weighs ceasefire call, the US rejects any such push, saying it only benefits Hamas. Dus de VS is vierkant tegen een staakt het vuren. Dus dat zou je aan het denken moeten zetten. Waarschijnlijk is dit niet bevorderlijk voor Rusland. Want als het bevorderlijk is voor Rusland, zou de VS niet dit standpunt innemen. Wat wil je net zeggen? Um, nou, um, de, 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 er bestaat dus een situatie uh, waarin de Veiligheidsraad uh, in meerderheid en met alle uh, permanente leden die veto hebben voor een resolutie tot een staakt te vuren zou stemmen. Stel dat zou gebeuren, wat gebeurt er dan? Niks. Niet, niet, um... nee toch? Niet automatisch, nee. De Veiligheidsraad dan... heeft volgens mij wel de mogelijkheid om VN-Peacekeepers te sturen, als ik mij niet vergis. Dus die heeft iets meer tanden dan de Algemene Vergadering, want die heeft er namelijk geen. Maar, maar als Israël zegt die willen wij niet, en dan gaat Israël daarop schieten. Ja, uh, goed, als dat Amerikaanse Peacekeepers zijn. Gaan dat is de... niet helemaal waar. Ik zou waar net zeggen, als Israël op Amerikaanse militairen schiet, dan hebben ze een probleem. Dit hebben ze al gedaan. Dat is het verhaal van de USS Liberty, waarbij ze een Amerikaans schip hebben aangevallen in de hoop dat ze daarmee de VS in hun conflict konden betrekken. Uh, nou, dat is uh, totaal onbestraft gebleven. In ieder maar geval, of ook, ook een resolutie van de VN-veiligheidsraad is, een... is een oproep. Bot, waar misschien wel een soort van uh, impliciete politieke druk achter ligt, maar als Israël dat zou willen negeren, kunnen ze dat gewoon doen. Nou ja, de Veiligheidsraad kan wel een politiek proces wat daadwerkelijk een materieel effect heeft, of een materiële component heeft, in, in gang zetten. Dus dat... Sancties, dat sancties ofzo? Ja, maar ook een uh, VN-interventiemacht eventueel. Niet dat dat per se de meest wenselijke oplossing is, maar om, om aan te geven dat een, een resolutie in de Veiligheidsraad wat meer betekenis heeft, dat is waarom ze er ook nooit door gaan komen, want de VS zal ze altijd vetoen. Dus dat, nou ja, dat, ook, ja. dat is gewoon een gegeven dat dat uh, niet tot uiting gaat komen. Maar de hypocrisie is ook, uh, die daarnet, zoals dat wordt gezien, werd genoemd door Bob Deen. Um, ik heb wat van de slachtofferaantallen opgezocht om een beeld te krijgen. Want we zijn nu, we hebben het net gezien, we zijn nu een maand, uh, bijna een maand uh, in het conflict in Israël en er zijn 10.000 Palestijnen vermoord, waarvan de meerderheid uh, burgers zijn. Enkele tientallen tot, nou ja, laten we het dan ruim nemen, enkele honderden zijn dan daadwerkelijk Hamas-strijders. Dat is, uh, nou, een paar procent. Gemiddeld. 4000 kinderen staat er. Ja, de gemiddelde verhouding van burgerslachtoffers tegenover militaire slachtoffers in een conflict. is ongeveer 1 staat tot 1. En, nou ja, dat, dat kan factor 1, 2, 3, beide kanten op afwijken. Maar dat is een beetje wat, waar je vanuit mag gaan, om het zo te zeggen. En dit is dus. 1 staat tot 100, daaromstreeks. Of als je die uh, slachtoffers van, uh, of hoe zeg je dat, de, de Hamas-rijders die zijn gedood, de Israëlse claims ervan gelooft, wat natuurlijk ook dubieus is, uh, dan zijn hoe er duizend Hamas-rijders gedood. Nou, dat is 1 staat tot 10. Dat is nog steeds ver buiten proportie. Tegelijkertijd, dit zijn de cijfers van uh, de VN, is in het Oekraïne-conflict... Dat is wel een week geleden al. Bijna twee. Ja, sure. Twee maar sinds 24 februari... tot 24 september... is het aantal doden... 9701... volgens... Uh, zoals geregistreerd door de VN. En... nou ja, er zijn... hogere schattingen daarvan... die dit keer vier of keer vijf doen. Dus laten we dan uitgaan van... 50.000... Wat een, een getal is wat wordt genoemd. Er zijn een half miljoen militaire slachtoffers. Uh, de, de schattingen die lopen wederom uiteen. Maar er, wordt, er zijn schattingen die uitgaan van een half miljoen militaire slachtoffers in de Oekraïne. Dat betekent dat in het geval van Oekraïne de verhouding militaire slachtoffers tegenover burgerslachtoffers ongeveer uh, 1 stad tot 50 is. Of 1 stad tot 10. Zelfs als je uitgaat van die 1 staat tot 10 en uh, in Israël uitgaat van die 10 staat tot 1, dan betekent het dat de verhouding burgerslachtoffers tegenover militaire slachtoffers, zoals gedaan door Israël, honderd keer zo kwalijk is als in, uh, in Oekraïne gebeurt. Maar waarom wordt er dan over Rusland continu gezegd van ondubbelzinnige veroordeling en dan wordt er ergens een markt geraakt... Ik heb me daar verder niet in verdiept van wat daar precies de context van is. Maar uh, aannemelijk een tragisch ongeval waarbij enkele tientallen burgerslachtoffers te betreuren zijn geweest. En dat uh, trekt dan de ondubbelzinnige veroordeling van de terrorist Poetin. Maar als er een, gewoon doelbewust een konvooi ambulances wordt gebombardeerd. en Israël zegt: Ja, dat klopt, daar waren wij. want we dachten dat er iemand van Hamas tussen zit. dat ze het gewoon toegeven. dan wordt er gezegd: Ja. Het is wel lastig. Het is dubieus. Het is uh, gecompliceerd. Ze hebben te maken met een existentiële bedreiging. Terwijl als je gewoon het vanuit de getallen bekijkt: burgerslachtoffers tegenover militaire slachtoffers. Dan is Israël honderd keer zo kwalijk. Of misschien als je het ruimer neemt: vijfhonderd keer zo kwalijk, duizend keer zo kwalijk. Ik bedoel, de getallen die slaan niet eens meer ergens op. Waar Israël en... mee bezig is, is. Categoraal iets anders als waar Rusland mee bezig is. En dat onderscheid, dat wordt wel gemaakt, maar de verkeerde kant op. De kant op die niet wordt ondersteund door de getallen, door de feiten, door de gegevens, zoals die uh, door on, uh, zeg je dat, onvooringenomen bronnen worden voorgelegd. En ik zag net even, dus snel dat. Hoeveel, hoeveel uh, burgerdoden in Rus Rusland- Oekraïne-conflict? 9700, toch? Ja, dat Don't is remember. wat is geregistreerd door de Office of the Commissioner for Human Rights. Oftewel, afkorting. Maar, okay, maar volgens, die volgens die schatting is er in, dat, in die oorlog, die al meer dan anderhalf jaar aan de gang is, zijn ja. minder of ongeveer gelijk. Ja. Ongeveer evenveel mensen burgerslachtoffers gemaakt als in een maand in Israël? Ja. In, in, in Gaza. Dat klopt. Oké. Okay. Maar het is zo moeilijk om Israël te veroordelen. Het is zo makkelijk om Rusland te veroordelen. Ja, voor mij niet. Maar. Uh, uh, <laughs> uh, nee, ja. Dat is echt fact. <laughs> Ik zeg, from the river to the sea. Dat is wat ik zeg. Palestine will be free. <laughs> ik zag dus dit weekend van uh, de bouwmeester op Twitter over die uitspraak staan. Uh, oh, misschien is het zo dat sommige mensen met de uitspraak from the river to the sea, Palestine will be free, niet bedoelen dat alle Joden moeten worden vermoord. Maar omdat Joden zich er Onveilig bij voelen als ah. mensen die gebruiken, moet je toch maar niet doen. Waarop ik heb gezegd: Oké, okay, ik voel me niet veilig bij de uitspraak. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen, dus dan mag deze bij uh, die uitspraak bij deze ook niet meer worden gedaan. Ja, dit valt gewoon onder de categorie: uh, geen stelterm uh, en veel door Wilders gebruikt ook. Huili, huili doen. <laughs> dat is gewoon wat het is zeg. Ja, echt, echt, laat me niet lachen. Nou, ik had me eerder niet echt verdiept in wat het standpunt van Forum was over, uh, over dit conflict. Ik, um, ja, ik had ook vorige week bij een uh, Amerikaanse streamer ingebeld. En toen heb ik ook naar verwezen en gesteld dat Forum de Israëlische campagne steunt. Afgaande op eerdere uitspraken die uh, zijn gedaan. Maar toen kwam ik erachter dat het niet klopt. En... Um, Misschien dus ja, moet ik even die, uh, die YouTube Short nu laten zien. Oké. Okay, ja. Dit is wel, ik bedoel. Oh. Oké, okay, het geluid Dit is wel gewoon. Als we het over goede, goede gewoon geniale politieke content hebben. dan is dit het wel hoor. Dit is wel gewoon peak 2023 uh, campagne uh, shit. Nou. Dit werkt echt zo goed. Want het is zo. Wat vind je nou uh. van al die oorlogen? Ja. Nou, laten we kijken. In oorlogen worden jonge mannen gedwongen elkaar af te maken. Ze kennen elkaar niet, ze haten elkaar niet, ze hebben niks tegen elkaar. Terwijl de mensen die er geld aan verdienen, dit organiseren, samen aan het eten zijn op plekken waar geen kogels vallen. Het is verschrikkelijk, we moeten het doorzien, we moeten het stoppen. En we moeten samen optrekken om de democratie te herpakken. Wat vind je nou van al die oorlogen? Dit is gewoon de, de fucking extreemrechtse guy ofzo. Die zegt dit: What the fuck, gek. Ik, bedoel, ik gebruik die term niet hoor, maar dat zo, zo wordt hij altijd uh, genoemd en zo natuurlijk. En die, dit is gewoon het common sense antwoord. Ja, en dit is wat hij hier zegt, is ironisch genoeg min of meer ja. uh, het marxistische stokpaardje over wat oorlog tussen kapitalistische landen is. Namelijk mensen die elkaar niet kennen, die elkaar doodmaken voor de belangen van mensen die elkaar wel kennen. Ja dat, ja, dat vind ik, dat verwoordt hij ook heel mooi, die ergens samen wat zitten te eten. <laughs> ja, ja, ja. Poeh. Uh, ja. Moeten we erop stemmen misschien? Ik speelt toch, uh, ja, je weet het niet hoor. <laughs> ja, ja. Ik vind, andere dingen vind ik vreselijk van vorm voor Democratie. Uh, maar hier hebben ze gewoon het correcte standpunt. En het maakt mij niet uit uh, waar dat vandaan komt. Nee. Dat is, daar moet je pragmatisch in zijn, denk ik. Nou ja, enerzijds denk ik over bijvoorbeeld het standpunt over migratie van vorno voor democratie, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben het overigens met alle andere partijen ook niet eens met hun migratiestandpunt. Maar wat er dan wel bij komt, is dat Vone voor Democratie wel de partij is die zegt van we moeten stoppen met het bombarderen van Syrië. Mensen vluchten door zinloze oorlogen die we daar voeren. Mensen vluchten uit Oekraïne door zinloze oorlogen die we daar voeden. Oké. Okay. Als je, al heb je misschien een ander idee over hoe die mensen moeten worden opgevangen, dat wordt secundair zodra we het gaan hebben over wat we gaan doen om op te houden met het veroorzaken. En op dit moment is er één partij. Ik bedoel, het zou kunnen dat de SP of bijeen ergens iets heeft gezegd wat ongeveer dezelfde kant op gaat. Maar het is mij nog niet opgevallen. Dat er is één partij die hierover uitgesproken het standpunt inneemt. En al brengen ze die twee niet per se in verband, dat is wat daadwerkelijk zou uitmaken voor die vluchtelingenstromen, namelijk ophouden met mm. die landen kapotmaken. En of dat, dan, daar... of dat dan vanuit een soort van anti-imperialistische ideologie is ingegeven. Of, I don't give a shit. Of vanuit een nationaal conservatisme, waarvan zij zeggen: van ja, wij willen niet als zendelingen onze waarden aan de rest van de wereld uh, exporteren. En soevereiniteit respecteren. Het is het juiste standpunt. En het leidt ertoe, als het wordt geïmplementeerd, dat er minder mensen worden doodgeschoten. Dus mij hoor je dan niet klagen. Nee, dit is ook een beetje wat Meloni doet, toch? Ja. Die, dat hebben we ook meerdere keren besproken. Ja, misschien in wat mindere mate, maar ja. Maar wat, wat ook ja, nou... uh, interessant is. Uh, er was dus afgelopen week een uh, nos-op-drie debat met Rob Jetten en uh, Jerry Boudet... En het moment dat er van viral is gegaan. over die figuur die non-binair is. En wat ik van. dat is zo oninteressant. Uh, ik bedoel, dat was het Made voor TV moment. Dat gaan we, daar gaan we het niet over hebben. Want dat heeft ook nul relevantie. Maar wat wel extreem interessant is. is... Uh, ik heb drie fragmenten. van wat uh, Baudet stelt in, uh, in dit debat uitgeknipt. En daar gaan we nu naar kijken. En de eerste gaat over. Um, zo waar, een, een klasse Let op. Willen deze twee partijen polarisatie en de afbraak van het vertrouwen in de politiek stoppen? Wil... Oh, wacht, Dit, sorry, dat komt erna. Dit komt inderdaad eerst nog. Dit gaat, uh, nou ja, wat ze zegt over vertrouwen in de politiek. En waarom er geen vertrouwen is in de politiek. En de analyse die die hier stelt is. Uh, ja, gewoon als je de figuur Thierry Boudet en het etiketje Forum voor Democratie uitkleurt, kan ik me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn die echt het heel bezwaarlijk vinden wat hij hierover zegt. En er is eigenlijk één heel beproefde methode om vertrouwen in de politiek te herstellen: dat is als de politiek vertrouwen geeft aan de bevolking. En dat kan heel makkelijk door referenda. Punt voor concreet zijn. Als je de bevolking daadwerkelijk uh, zeggenschap geeft over één specifiek onderwerp. En wat je daarmee ook uit de lucht haalt, is de uh, polarisatie die ontstaat door de personendemocratie die wij nu hebben. Wij hebben, een, wij hebben nu niet een, een onderwerpendemocratie, we hebben een personendemocratie. Dus je... Ik ben heel benieuwd wat Robert Jet hierop gaat zeggen. Hij van, van D66, mind you. <laughs> oh, je denkt dat hij hierop ingaat? Natuurlijk <laughs> oh, niet allemaal personen, dus bijvoorbeeld Jette of mijzelf, of al, en die doen eigenlijk een soort populariteitswedstrijd. Het gaat dus over de mens. Bij... Punten voor zelfbewustzijn. Wij willen eigenlijk dat de democratie gaat over de standpunten, over de ideeën, en dat kan niet bij algemeen. Forum is hier gewoon liberaal democratischer dan D66. Bij de parlementsverkiezingen eigenlijk, omdat je altijd stemt op een partijleider en je stemt op op, op 100 onderwerpen tegelijk. Dus je kunt veel beter dat op. Kijk hoe Jette zichzelf opvreet. Knippen. Maar hij en per. Ja, om... ja. ja fucking. Uh, hij is een D66er. Die zijn opgericht <laughs> om meer burgerinspraak. Uh, Hans van Mierlo, zijn hele spiel was dat toch? Zijn hele shtick was gewoon. We willen meer inspraak van de burgers. Maar ik denk alleen Hans van Mierlo dacht wel aan de burgers. Dacht hij wel aan. De burgers. De burgers die op de grachtengordel wonen. Ja, ja, ja. ja. Daar al die filmpjes van. Okay. Maar goed. Dit is gewoon uh, Rob Jetten wordt hier gewoon politiek gekukkeld. <laughs> Wat kan hij nu nog zeggen, gezien de geschiedenis van zijn partij? Onderwerp: Niks. een ma maatschappelijke discussie organiseren. En dan is er ook een beslismoment. Dan, dan beslist Nederland van dit gaan we doen. Ja, en dan is eigenlijk wordt alles beter. Referenda is iets fantastisch. Met aflekking van ja, vertrouwen in de politiek. Meneer Jetssen, hoe, uh, hoe denkt u dat aan te gaan pakken? Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders zich de afgelopen jaren gewoon in de steek gelaten hebben gevoeld door de overheid. Door mij. Door mij. Want ik zat uh, in het afgelopen kabinet en daarvoor zat ik in de Tweede Kamerfractie, die uh, dit kabinet steunde. Waar dit kabinet leunde. Hij begint ook al gewoon in het format van een politiek punt te praten. Van stap 1 begrip tonen, stapte echt. Ja, nee, 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 nee. De toeslagenaffaire, de ellende in Groningen, maar ook de simpele vraag: kan ik überhaupt nog rondkomen van mijn salaris of kan ik een betaalbaar huis vinden? Dus de overheid moet beter zijn best doen om dat soort basisvoorzieningen voor mensen. Wie is de overheid erop? Ook goed te regelen. En de politiek moet niet alleen maar de hele dag praten over veranderingen, maar het ook daadwerkelijk doen. En er zijn een paar onderwerpen waar we de afgelopen jaren het heel veel over hebben gehad, hele felle debatten hebben gevoerd: migratie en stikstof. Maar waar uiteindelijk geen enkele knoop is doorgehakt. En als je dan thuis op de bank naar tv-debatten zit te kijken, dan denk je, ja, die politici zijn alleen maar aan het praten. Maar het zou fijn zijn als ze ook eens een keer een resultaat gaan boeken. En ja, dat is ook de reden waarom ik dacht toen het kabinet viel: ik ga wel door. Oh juist omdat de jonge generatie moet laten zien dat we het cynisme oh. politiek kunnen doorbreken. Ah, oké. Okay. Oh. Oh, hij, hij bevestigt even Cherry's punt van net gewoon dat we in een persoon, hoe noemde je het, een persoon in democratie ja. of zo, noemen. en dat zegt hij. Want ik ben de jonge generatie. Dat boeit niet. Dat boeit niet wie jij bent. En hij ging niet door omdat hij gewoon politiek carrière wil maken. Nee, hij deed het om altruïstische motieven. Ja, ja, hij vond het niet lekker om een beetje macht te hebben. Nee, dat vond hij niet lekker denk ik. Nee. Oh my en, god. Uh, later, dat is het enige concrete wat hij heeft genoemd. Hij heeft gezegd: ja, ik snap dat dit en dit vervelend is en dat er alleen maar, we moeten niet alleen maar praten. Bla bla, bla bla. Daadwerkelijk iets doen, dat betekent niks. En het enige wat een concrete handeling is, is niet zijn dikbetaalde baan opzeggen. Volgens mij zei ik gisteren tegen jou dat uh, Robot Jette uh, minder een robot was, maar dat neem ik terug. Het is gewoon een... een dat een, dacht ik al dat je dat zou doen. Het doet. is een meer op een mens lijkende robot, zeg maar. Het is, hij is gewoon geperfectioneerd qua robot. Hij heeft gewoon een software update gekregen. Ja, ja, ja. ja. Smooth operator. Ik heb hier uh, Helder. Ik heb hier ook een vraag van de Talking Dutchman. Uh, meneer Bardet, die is aan u. Helder. Uh. Ik heb wel een paar vragen, op, maar oké. Okay. Zijn niet duidelijk. Nee. nee, dat is ook niet waarom ze journalist is geworden. Thierry, uh, je zegt te strijden tegen de elite. Maar veel van je plannen zijn in het financieel belang van de allerrijkste. Zoals het schrappen van de erfbelasting. Hoe past dit bij je strijd tegen de elite? Uh, nou, ik weet niet of ik strijd tegen de elite. Ik strijd tegen het beleid dat we nu hebben in Nederland. En dat is slecht beleid voor Nederland. Uh, maar, maar misschien dan hoe. Het schrappen van de erf- en schinkbelasting? Het schrappen van de erf- is een uh, maatregel die uh, een uitdrukking is van elementaire rechtvaardigheid. Uh, mensen hebben uh, belasting betaald over geld dat ze hebben verdiend. En moeten dat kunnen doorgeven aan hun kinderen of aan uh, hun naasten. Uh, en uh, de allerrijksten betalen überhaupt helemaal geen belasting. Wow! Extreem rechts dus je helpt er de allerrijkste absoluut niet mee denk maar niet dat George Soros belasting betaalt En die wel. woont ook niet in Nederland er van. Dus de, de... maar die heeft wel <laughs> toch gewoon bedrijven en zo, uh, economische activiteit in Nederland, Kom aan. ja, bovendien gebruikt hij George Soros overduidelijk als een uh, metafoor voor een bepaalde klasse een, mensen een archetype en dat zij dan daar even tussendoor moet komen van ja, je woont niet in Nederland echt, je begrijpt toch wat je probeert te zeggen Nee, ja, maar ja, dat is gewoon feitelijkheid, weet je. Oh, ja. Maar de, de middenklasse, wij willen de middenklasse beschermen. Midden Oké, okay, hier komt het. De middenklasse, die, wordt, die verwort tot onderklasse door al dat beleid waar ik het al heb, over heb gehad. Al dat destructieve beleid dat we zien. En je, je wil juist dat hun bezit wordt doorgegeven. En daarvoor moet je dit soort maatregelen nemen. Ah. Dus de middenklasse verwort tot onderklasse. Dit is meer... Concretere en actuelere klasseanalyse dan ik van bijvoorbeeld de SP heb gehoord. Hij gebruikt het woord klasse. Oh. Ja. <laughs> extreem rechts. Hij neemt marxistische taal over, maar extreem rechts. <laughs> ja, uh, uh, ja. Hij, is hij een anomalie? Ik snap het niet. Ik snap zijn bestaan niet. Nou ja, ik denk dat Je bent recht... wel altijd geboeid. Je bent altijd geboeid als hij iets te zeggen heeft. Heb je dat ook niet? Um... In toenemende we mate wel. Uh, ik had het al langer. Maar... Ik heb het idee dat hij. Uh, gedurende dit het hele debat is hij heel erg uh, ingetogen. Hij probeert niet om een soort van. de assertieve lul uit te hangen. of over mensen heen te, door mensen heen te praten. Uh, expres mensen te provoceren. Uh, uitspraken doen niet om een punt te maken. maar om mensen boos te maken. Dat er zijn dingen die je als zodanig kan. Interpreteren, maar dat is echt absoluut niet een, een, actieve, een actief beleid van hem geweest gedurende dit debat. Dus dat, is al, uh, nou ja, dat, dat maakt voor inhoudelijk interessantere gesprekken. En ik denk dat de correcte duiding van een figuur als Baudet is dat hij de representant is in politieke zin van een groep in de bevolking die okay, niet de onderklasse is, uh, de migratiearbeiders, de, de, migratie, uh, de, de uh, bijstands uh, Mensen die van bijstand moeten leven, laag opgeleide, niet zozeer. Ik bedoel, die zitten ook wel in zijn achterban. Maar met name de ondernemers de... en dan de kleine ondernemers, ondernemers, MKB'ers, die in een uh, situatie komen dat zij weten van wij zijn afhankelijk van een sterke consumentenmarkt in Nederland. En het beleid wat wordt gevoerd door. De op dit moment regerende elite, die niet het kleine kapitaal van de MKB'ers dient, maar het grote kapitaal van de banken en de oliebedrijven en de Aholts en de dergelijke. En dat beleid van het grote kapitaal dat nu wordt gediend, dat omvat dingen als economische oorlogsvoering met Rusland, waardoor de prijzen van grondstoffen die zij nodig hebben, veel duurder worden. Wat het moeilijker voor hen maakt. Of van energie, wat het mo moeilijker voor hen maakt om hun zaak te draaien. Of de economische oorlogsvoering met China, die het handel drijven en, en het geld verdienen in die zin moeilijker maakt. De, het klimaatbeleid, wat gericht is op het verlagen van de levensstandaard. En het verlagen van wat mensen te besteden hebben. In plaats van het verder ontwikkelen van technologie. Wat dus ook. ...weer betekent dat die consumentenmarkt zwakker wordt. Dus dit, dit is een belang van twee uh, groepen van nou ja, kapitaalbezitters. Namelijk de klein kapitaalbezitters, de, de klein burgerlijke stand, horecaondernemers, noem maar op. Die hier uh, lijnrecht tegenover de heersende belangen van de banken en dergelijke staat. En in het verleden zaten die redelijk uh, aan dezelfde kant van de vergelijking, maar dat is nu niet meer zo. En om dat te concluderen moet je een klasseanalyse uitvoeren. En partijen als de SP, of God forbid, de P van de A, die doen dat niet. Die hebben ooit een keer een soort van een analyse gemaakt. En dat, ja. daar houden ze zich uh, aan vast. Gedownload en we weten het. Ja, Precies. ja. Dus eigenlijk, Thierry is een soort van. Uh, wat de jaren negentig VVD-stemmer dacht dat de VVD was. Ja, ja. En in die zin. Uh, oh, ik weet niet in hoeverre we heel theoretisch willen worden hier, maar is dat een, is hij een, een enigszins bonapartistisch figuur? En wat ik daarmee Zo bedoel. Wel, jouw favoriete woord volgens mij: bonapartisme. Nou ja, het is een. Uh, het, het is een, een term die trends die op dit moment gaande zijn goed beschrijven, omdat een bonapartistisch figuur, noemt naar Napoleon III, niet oorspronkelijk, hè, dat is iemand die in een. Uh, in een samenleving, in een land waar een crisis is, uh, de, door een gedeelte van de heersende klasse, van, van de dominante groep, uh, naar voren wordt geschoven om middels de middelen van de staat het systeem te stabiliseren ten gunste van die groep. En in het geval, een, een voorbeeld ervan was dus uh, uh, Napoleon III, die door. Uh, na zijn ja. jaar presidentschap, uh, toen zijn termijn voorbij was, in een coup met behulp van. en het leger heeft hij. Precies. de republiek omvergeworpen en een keizerrijk gesticht. Ja, ja. 1848. En iemand anders die een voorbeeld is van een Bonapartist. is uh, Hitler. Nou ja, dat is een, een, een. laat duidelijk zijn. Bonapartisme is niet inherent fascisme. maar fascisme is wel een vorm van Bonapartisme. En uh, die was een vooruitgeschoven post van. Onder andere de staalindustrie en de grote industriemagnaten. Roosevelt in de VS was ook een bonapartist, maar die was meer een front voor het uh, financiële kapitaal, voor de banken. Voor de, uh, volgens mij is daar de olieindustrie ook wel bij betrokken uh, bij zijn coalitie. En aan de andere kant had je de kleinere industriemagnaten, zoals Ford en uh, staalproducenten. Die een koep tegen hem aan het voorbereiden waren. Dat is de uh, zogenoemde businessplot. En in die zin was, was hij ook een, een bonapartistisch figuur. Nou, in dit geval is het de kleinburgerlijke stand, die niet uh, van oudsher echt de onderklasse is geweest. of de afgelopen decennia in Nederland, in de Nederlandse samenleving. Maar die op dit moment wel de nadelige gevolgen voelt van hoe uh, economisch beleid wordt bedreven. En die hebben in Thierry een figuur die. In ieder geval probeert om daartegen in te gaan. Nou ja, daar komt meer bij kijken, met inderdaad de persoonen-democratie wat daar weer een verstorend effect in die analyse uh, aanbrengt. Maar ik denk dat dit wel relatief correcte termen zijn om, dit, uh, om het fenomeen FVD in uh, het jaar 2023 in te begrijpen. En wat daar ook op aansluit, is uh, iets wat hij nou ja, hier ook heeft gezegd, wat eigenlijk linkse partijen, als ze zichzelf zo willen noemen, ook zouden moeten zeggen. En dat uh, is namelijk het, uh, het denken in grote prestigieuze projecten die de samenleving bevorderen. En nou ja, laten we eerst even kijken wat hij hier te zeggen heeft. En dan... Zowel Forum als D66 hebben beide plannen, uh, beide ruimtevaart in een verkiezingsprogramma staan, maar Forum heeft daar wel erg ambitieuze plannen voor. Kan meneer Baudet deze kort toeleggen leg, lichten. Ja, wij denken dat het een van de grootste tragedieën is van de moderne tijd. Dat uh, onze cultuur zich richt op zwakte. Dus wij zijn gericht op men niet iedereen kan meekomen. We moeten uh, sorry zeggen voor het verleden. Uh, alles is gericht op onszelf naar beneden halen het verleden het, 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 ook in het onderwijs we richten ons continu op de mensen die niet makkelijk mee kunnen komen maar we hebben geen visie meer op excellentie. En wat kun je nou beter doen als samenleving dan ook nog het allerhoogste doel het allergrootste doel dat zegt Elon Musk ook. Wij naar, gaan gewoon, naar de maan. Wij gaan gewoon Mars koloniseren. Waar, oh. waar wilt u? dat? Maar, maar, maar wij ja, gaan nog niet op de maan, meneer geweest, Borden, meneer nee. u, u. Dit is redelijk uh, onpottig hierbij hier bijna een soort Nietzsche aan, maar nu komt er wel een beetje een soort, ja, een soort megalomanie om de hoek kijken, toch? Vak. Nou ja. Wie, wie is de eerste cartrekker geweest van ruimteverkenning? Welk land? Uh, dat was uh, de Sovjet-Unie. Ja. ja. Uh, dit, dit doet meer denken, wat mij betreft, aan de. Uh, elke, elke keer als er een, een volksrevolutie is. Of elke keer in veel gevallen, als er een volksrevolutie is in een land. Dan is in, in ieder geval de eerste jaren daarna vaak een enorme opleving van optimisme en enthousiasme onder de bevolking. Van wij hebben nu eindelijk na jaren dat het ellendig is geweest, uh, de macht over de staat als volk in onze eigen handen gekregen. En daar gaan we nu gebruik van maken door te bouwen aan een wereld, aan een, een land. Uh, wat beter is dan wat we voorheen hadden. En daarin hebben we de industrialisering en de enorm snelle verhoging van levensstandaard in de Sovjet-Unie gezien. Daarin hebben we in, uh, nou, in Burkina Faso, is toen in de jaren tachtig Thomas Sankara aan de macht kwam, iets vergelijkbaars gebeurd. Dat 3% van de bevolking kon lezen. En om de bevolking te leren lezen zou middels een onderwijsprogramma meer dan het nationale budget kosten. Dus wat ze hebben gedaan is... ze hebben mensen opgeroepen... als je kan lezen, leer drie mensen lezen. En die drie mensen moeten dan ook... allemaal drie mensen leren lezen, vrijwillig. En op die manier is de geletterdheid... in Burkina Faso enorm snel uh, versneld. En ze hebben met mobilisatiespoorwegen gebouwd... en scholen en klinieken en noem maar op. En in Cuba is hetzelfde gebeurd. En het optimisme van uh, groots, groots denken... en het... Wezenlijk bevorderen van de staat van ontwikkeling van de samenleving is juist heel kenmerkend van linkse volksbewegingen die de macht grijpen. Maar het links wat we in het Westen hebben is uh, pessimistisch, is uh, gericht op inderdaad, uh, ja, kijk, negatieve dingen, dat is niet per se het woord wat ik wil gebruiken, want je moet ook een wezenlijke kritiek hebben op de staat zelf. Op, op de staat der dingen. Maar daarbij moet je wel uh, dat doen vanuit een oogpunt. dat je bepleit dat het mogelijk is om iets beters te bereiken. En niet afzeiken om het afzeiken. Zeg, daar ga ik wel mee. Dat, daar ben ik wel met een je eens. Maar een mars koloniseren is totaal stupide. Kijk, dat gaat. Kijk, gewoon vanuit een. Technologisch perspectief, is het waarschijnlijk dat Nederland dat gaat doen in zijn eentje? Nee, tuurlijk niet. Zou het kunnen dat dit, als het wordt geïmplementeerd, er op een termijn toe leidt dat er een coalitie van landen gaat samenwerken om dit te doen? Zou kunnen, weet ik niet. Maar het, het gaat meer om het uh, maatschappelijke vraagstuk van hoe kijk je naar maatschappelijke ambitie dan om: uh, ja, is dit nou wel of niet een een goed idee. Oké, okay, sure, da 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 daar ga ik in mee. Ja. Maar nogmaals, Mars koloniseren is totaal stupide. Er ah, is niks voor ons. We kunnen daar niet leven. Dat het zou niet als we daar dingen kunnen ontginnen, dat weet ik niet. Maar ja, okay. laten we de nuken en terraformen. Maar waar wilt u dat doen? Nou, bijvoorbeeld vanaf uh, Suriname kunnen we prachtig een prachtige dit is wel uh, vermakelijk. <laughs> let op, let op. mij maken, of ergens anders in het Caribisch gebied. Ik las ook Aruba, klopt dat? Prima. Het Aruba's... staat volgens mij in uw verkiezingsprogramma. Ja, kunnen we toch mee over, overleggen? Ja. Nee, maar dat is dus wat u wil. Ja, maar het, 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 het is niet zo dat... Het per se Aruba moet zijn. Als er een probleem is in Aruba, dan doen we het ergens anders. Ik, ik sta daarvoor open. Dat moeten we organiseren. Het is niet zo dat, dat dat dan over tien jaar, als dat gelukt is, dan moet dat in Aruba zijn, want dat stond tien jaar geleden in het verkiezingsprogramma van de VD. Tuurlijk niet. Wij hebben een algehele visie. En een voorbeeld waar dat zou kunnen, is Aruba. Ja. Maar het lichtpuntje van dit debat is <laughs> denk ik wel dat iemand die een paar weken geleden bij de politieke beschouwingen nog betwijfelde of dat de mens ooit op de maan is geweest: nu wil investeren in de ruimtevaart. Dus we hebben in ieder geval, maar u, u bent in ieder geval van plan om. Nou ah, ja, oké. Okay. Gotcha. Goed uh, dat hij hierop. Uh, die een zegt relevante ook wel. punt maakt, maar niet heus. Daar heeft hij zijn zinnetje in gekregen. Maar dat valt ook wel op aan dit hele debat dat Rob Jetten niks inhoudelijks zegt. Niet dat dat verbazend is, maar. Nee. Dat is ook uh, waarom D66 gewoon op vijf zetels staat of zo, denk ik. Ja. Nou, dan hebben we deze nog. Deze is wat langer, dus ik ga hem gewoon afspelen. En dit gaat over uh, het Oekraïne-conflict. En wat hij hier als analyse stelt, is interessant. Want daarnet maakte ik al de vergelijking met de uh, ruimteverkenningsgeest um, van de Sovjet-Unie. In deze neemt hij ook het Sovjet-standpunt over een belangrijk component van de, de Koude Oorlog over. Dus dat is ook wel interessant. Jij wil een vraag stellen over de oorlog in Oekraïne, volgens mij. Ja, aan de heer Baudet. Ik kom zelf uit Oekraïne. En Waar in me... Oekraïne? Uh, in het uh, zuiden van Oekraïne, Mykolaiv. Oh ja. ja en het doet me eigenlijk pijn om te horen dat mensen hier in een veilige omgeving zeggen... Uh, zoals de heer Jet al zei, uh, dat Poetin of uh, Russische soldaten die mensen vermoorden helden zijn. Waarom zegt u dat? Wil u nog steeds die mensen die miljoenen mensen op de vlucht lieten gaan... die, die duizenden mensen hebben vermoord... Vindt u ze nog steeds helden? Uh, nou, ik heb nooit gezegd dat ik soldaten helden vind. Of dat u, mensen u die woorden helden vind. ik vind het uh, uh, heel tragisch dat de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Wij zijn als partij ontstaan vanuit een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Wat het begin was van die oorlog. Je de opmaat naar die oorlog. En de Nederlandse bevolking heeft ons toen gevolgd. Hè? Bijna Niet waar, maar. Nou ja, dat associatieverdrag was wel. Uh, het begin van een, van een verhouding, uh, een nauwere band tussen Oekraïne en de Europese Unie. Zeker. Ja, dat was het breekijzer dat het associatieverdrag niet werd aangenomen, omdat het slecht zou zijn voor de Oekraïnse economie. Uh, dat ze als breekijzer gebruikt om een coup te plegen in 2014. En vervolgens uh, ontstond er verzet tegen die coup in het oosten en in het zuiden. En de milities. De gewapende groepen die in die koep bezig of actief waren, ...die zijn vervolgens richting het zuiden en richting het oosten getrokken om die anti-koep-demonstranten dood te maken. En daaruit is een burgeroorlog ontstaan en nu zijn we hier. Dus ja, de, de, het, het associatieverdrag was natuurlijk. Het is niet zo dat er eerst was er niks en toen was er een associatieverdrag of zo. Dat heeft natuurlijk ook weer een voorgeschiedenis. Maar het is wel een breekijzer geweest die. De gebeurtenissen in gang heeft gezet. Een aanleiding meer dan een oorzaak. Ja, nee, zeker. zeker. Net zoals dat de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog niet is dat. Uh, Frans Ferdinand Frank. is doodgeschoten. De bevolking wilde dat associatieverdrag ook niet. Uh, vervolgens heeft de regering, waar onder andere Jette van uitmaakt, uh, dat genegeerd, dat het associatieverdrag toch laten doorgaan. En uh, ja, de gevolgen die, die zijn afschuwelijk voor, voor de Oekraïners in de eerste plaats. Maar uiteindelijk voor ons allemaal. Hè, Europa leidt hier ook onder. Rusland leidt hier onder. Uh, dus het is eigenlijk in het belang van helemaal niemand. Behalve van het militair-industrieel complex. Uh, en dat is heel tragisch om aan te zien. Het is... Far right. <laughs> Hij heeft gewoon veel Café Weltschmerz gekeken. Met uh, Kees van der Peil en Karel van Wolffelen. Hij heeft hem ook wel eens geïnterviewd, Karel van Wolff, voor een keer dus Daar heeft hij al veel van geleerd, denk ik. Nou ja, het leidt tot een uh, best wel degelijke analyse van het conflict. Die echt niet alleen veel uh, beter is, als je het mij vraagt, dan welke andere partij in de Kamer dan ook. Maar ook nog eens, het is niks van wat hij zegt hier, is de over de top bombastische taal die eerder vanuit Forum is gekomen. Nou, hij is vrij genuanceerd hier. Ja. Ja. Hij is ook niet bezig met shots of zo. Ja, misschien even net op Jetten van waar Jetten onderdeel van uitmaakt. Maar dat is niet echt een shot. -up. Nee, dat dat is, is gewoon een... Uh, ja. Dat is gewoon een politiek punt dat hij gemaakt. Ja, ja. Het is vreselijk dat dat gebeurt. Wij zijn de partij van de vrede, wij willen dit stoppen. Dat, dat kan ook heel makkelijk, er liggen vredesakkoorden. Uh, Rusland wil vrede, uh, alleen de Verenigde Staten wil geen vrede. Daarom blijft de Verenigde Staten doorgaan met deze oorlog. Is gedocumenteerd in Oekraïnse kranten, dus uh, ja. Ik wil alleen één Wat moet punt... jij te zeggen? Oh, oké. Okay. ...onderstrepen. Het associatieverdrag is niet het begin van de oorlog. Het, de beslissing van de heer Poetin is de begin van de oorlog. Hij heeft besloten dat het moet beginnen. Het ja, ligt niet wel. aan de EU, het ligt niet aan de... Kijk, om zo'n ja, jongetje, maar je weet echt niks. Het spijt me, maar je weet niks. Nee, maar goed, om, om een scholier die, uh, nou ja, dit, waarschijnlijk met deze opvatting is opgevoed, uh, dat dan na te dragen dat hij daar niet een grondigere analyse over heeft. Uh, tuurlijk, het is wel laf dat ze dan. Dat ze hem daar neerzetten. Ja, van. precies. Hij wordt echt als een tool gebruikt. Van. Ja maar goed, dat neemt niet weg dat het ook grote mensen, om het zo te zeggen, dit met droge ogen zeggen. Ja, ja, nee, ja, oké, okay. misschien een beetje denigrerend nu dat ik hem jongetje noem, maar als de volwassen man had ik hem maat gezegd. Nee, maar kijk, het is wel zo dat dit, dit standpunt wordt doorschrikbaar en veel mensen op deze manier gelooft, en dat is wederom in sprookjes geloven. Kijk. Ja. Los van welke mening je erover hebt, je moet toch echt te dom voor woorden zijn om te denken dat <laughs> eerst was alles goed. <laughs> en toen Ja, viel de vuurnatie aan. <laughs> misschien ah, kunnen we als in... aan het de... begin van onze intro ook nog doen water, aarde, vuur, lucht. <laughs> <laughs> ja, dat is misschien iets om over na te denken. <laughs> Uh, VS, het ligt niet aan de associatieverdracht. Het ligt alleen één man die u een held noemt. En dat kan. Ja, dat denk ja. ik. Je hoort Robiette zeggen: exact. Ja, tuurlijk zegt hij dat. Ja, ja, daar denk ik echt anders over. Maar... Nou, dat is een <laughs> vrij volwassen manier om. Het is niet van. Oh, je bent. Uh... Laat ik het zo zeggen. Ik achter, ik achter kans wezenlijk... dat ik zelf in die situatie een. Uh... Minder ingetogen reactie op dit punt zou, uh, zou hebben. Iets emotioneler. Hij begon de oorlog. Hij is de verantwoordelijke. Waarom noemt u hem? En wat ook opvalt, ik zal hem even terugspoelen... om dat nog een keer te onderstrepen, is dat hij telkens, Jerry wordt telkens onderbroken als hij iets probeert te zeggen. En in plaats van dan zijn punt af te maken, laat hij hem gewoon gaan. Ja, dat de denk er, ik, daar denk op, ik echt anders maar... over. Hij begon de oorlog. Hij is de verantwoordelijke. Waarom noemt u hem nog steeds een held? Het is al bewezen door de VN vandaag dat 59 mensen in het dorpje Groza, Groza zijn omgekomen door een raket van de Russen. Het is bewezen door de VN. Waarom noemt u die mensen nog steeds een held? Reageer op dit ene tragische incident. Oké. Okay. Wat kan je dan doen? Heel micro. Ja. Oh, ik kan een ander tragisch incident met bombardementen op Donetsk noemen. En dan kan je zeggen, oh, dat is whataboutism. Oké, okay, maar als je duizend miljard incidenten tegenover jouw één incident kan zetten, het is zo'n zinloze manier om erover te praten. Er is oorlog. Dus... En in plaats van te hebben, over, te hebben over hoe het komt dat er oorlog is, gaan we de vele geweldshandelingen in die oorlog uitlichten. En ja, als er geweldshandelingen worden uitgevoerd. waar honderdduizenden mensen bij betrokken zijn. dan is het een gegeven dat daar tragische zaken bij gebeuren. Sommige bedoeld, sommige onbedoeld. Er zitten een heleboel mensen bij. met de juiste intenties en ook een heleboel mensen met de verkeerde intenties. En om dan losse, losse voorbeelden te gaan benoemen. van dit is gebeurd, heb daar nu een mening over. Dit is maar, slecht, maar dit onderbouwt je punt niet. Oké. Okay. Maar hij is, gewoon, bedoel, hij is er gewoon emotioneel over. Tuurlijk. Uh, en wat dat betreft, bedoel, I can't blame him voor nee. dat. Zeg maar emotioneel worden betekent niet dat je een argument hebt. Nee. Dat is, dat, dat, het is tegenovergesteld. Nou, dat is ook niet waard. Je maar kan ja. emotioneel een argument ja. maken. Maar, maar, maar uh, dat overwegende reageert hij er vrij tactvol op. Hmm. Ik begrijp het niet. Ik nou, begrijp het niet. Ja, nogmaals, dat heb ik al gezegd, maar uh, ik heb niet soldaten of mensen die burgerslachtoffers maken helden genoemd. Poetin geeft en, hun de dan opdracht. Op. Waarom noem je hem dan een held? De vraag waar de oorlog mee is begonnen en wie daarvan schuldig is, daar hebben wij duidelijk een meningsverschil over. Kijk, in, in mijn overtuiging heeft Rusland defensief gereageerd, omdat al sinds 2014 bombardementen op Oost-Oekraïne gaande zijn geweest uh, en uh, de Amerika door de NAVO Amerika georganiseerde staatsgreep daar in 2014 uh, het begin was van de opbouw van wapentuig agressief wapentuig in Oekraïne. De vraag was: omdat waarom vindt u een ja. held. Ik... Dus... Oké, okay, hier moest duidelijk worden ingegrepen, want dadelijk leert het publiek nog wat. Ja, hij is, een, hij is dat aan het beantwoorden, toch? Hij ja. moet even, zeg maar... Een, een, soms zeg je een zin die inleidend is naar een zin die je die, daarna die, 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 die zegt. Dat nou ja, de, de, hoe zeg ik dat, de premise van zijn vraag van Poetin heeft dit, is hiervoor verantwoordelijk. Dus waarom noem je hem hel, een held? Als je dan daar met ja of nee op antwoordt... Nou ja, het is niet een ja of nee vraag, maar gewoon binair erop antwoordt, dan... Zonder in te gaan op het uitgangspunt van de vraag, valideer je het uitgangspunt. Maar zijn punt is, ik ga niet mee in het uitgangspunt dat het Poetin is die hiervoor verantwoordelijk is, want er is een voorgeschiedenis die je dient te begrijpen om te begrijpen waarom dit is gebeurd. En nu komt Rob het gaat om de soundbite. Het gaat om de soundbite. Ja, maar dat nu komt Robjette met zijn het intellectueel zwaargewicht Robjette met zijn uitleg waarom het punt van uh, Baudet niet klopt. Dus nee, nog even, nee, de vraag was, waarom vindt u me een held? Dat was de vraag. De, Kunt u daar nog even kort een antwoord op geven? Oké, okay, iets later dan. Ja, dus... Het is weer heel duidelijk, NPO, dit, hoe dit gebeurt allemaal. Het is niet ja, bedacht ja. door iemand hier in de studio. Het is mijn eigen vraag. Ja, jongen. En waarom denk je dat je bent uitgenodigd? Als iemand... Oh uh, als, als iemand weet... Wie dit is of hoe dit te bereiken is, uh, ik ben wel bereid om uh, te, het toesturen van een kopie van manufacturing consent naar hem te bekostigen. <laughs> Dan kan hij iets beter begrijpen hoe het komt dat hij daar terecht is gekomen. Ik ben hier gewoon ik, als persoon, als Nederlandse kiezer. Ik heb ik nu al twee keer tekenen. geantwoord dat ik soldaten die burgerslachtoffers... Maar waarom maken. Poetin? Zijn Aan vraag is waarom vind je Poetin een, een hand? held? Fit. Poetin. Ik vind. Geef antwoord op de vraag. Poetin die. Ja, MH17 praten, uit de. Poetin gaat die MH17 had... uit de. lucht Oh ja, hij heeft zelf gewoon. De... Ik ben <laughs> <Met> een Kalashnikov. <laughs> MH17. Wel het onderzoeksproces ervan. Zo ongeveer het enige onderzoeksproces. Nou ja, sindsdien zijn er wel meer geweest. Ook in Oekraïne natuurlijk. Maar. Het eerste onderzoeksproces naar een vliegramp is uh, geweest. waarbij een van de uh, betrokken partijen. Of ja, een potentiële verdachten niet betrokken is bij het onderzoek. Dat gebeurt niet. Nee, en één potentiële verdachte, namelijk de Oekraïnse staat, uh, dat zou gewoon kunnen. Die ja. zijn wel onder onderdeel van het onderzoeksteam. Precies. En Maleisië, wiens airliner het was, die een uh, meer geopolitiek neutrale koers aanhield, die uh, waren eerst er wel bij betrokken, maar die waren het niet eens met hoe het werd gedaan en die werden toen een soort van buitenspel gezet. En toen was het gewoon een NAVO-onderzoek. En de NAVO, schokkend genoeg, kwam tot de conclusie dat Rusland schuldig was. Nou. Mocht, mocht men hier meer over willen weten, lees dat boek van Kees van der Pijl. Exact. Goed, waar ons vorige Nederlanders een dood gingen. Poetin die Oekraïne bezet. Poetin Goed. die democratische waarden. Nou, hij is gewoon. Waarde. Uh, democratische waarden. <laughs> maar hij is gewoon. hij is zo wrevelig. Gewoon. zoveel ressentiment heeft hij tegen, tegen. Hij is gewoon. Ja, hij is gewoon verblind door zijn haat. Ja, ja, ja. Want dat is echt schokkend. Wees het ermee eens of niet? En in dit geval ben ik het eens met de analyse van, uh, van Thierry. Het is een analyse. Hij doorloopt een gedachteproces wat uitgaat van informatie en verbanden waarvan je kan uh, aan de hand van beschikbare informatie en historische gegevens kan testen, houdt dit stand of niet? En daar kan je op ingaan. En je kan zeggen: ja, oké, okay, je stelt hier dat dit en dit is gebeurd. Dat er een coup is geweest. Maar ik geloof dat het een democratische volksrevolutie is geweest. Oh, oké, okay, dat zeg je. Maar hoe verklaar je dan dat er ten tijde van de stemming van afzetten. gewapende milities aanwezig waren in het parlement? Klinkt dat niet als dat wat er op. Uh, Januari 6 is gebeurd? Oh nee, want daar hadden ze geen wapens. Dat terzijde. Uh, dan, dan kan je een inhoudelijk gesprek voeren over de uh, lezing van de feiten. Alleen het wordt als een evangelie behandeld. Er, is niet, er valt niet over te discussiëren. Het staat vast dat Poetin eigenhandig MH17 uit de lucht heeft geschoten. Dat Oekraïne vanaf 2014 een strijd tussen democratie en dictatuur is. En dat er niemand in Oekraïne een andere mening heeft over wat er moet gebeuren met het land of het gebied waar zij wonen dan wat de NAVO wil. En als je dat tegenspreekt, dan ben je een spreekpop van Poetin. Ja, maar Rob Jetten, hij heeft ook gewoon oogkleppen op... voor alle informatie die contra hetgeen is wat hij zelf al denkt. Ja, dus ja. Dan, kan je, dan, dan, dan kan je helemaal niet uh, een discussie voeren. Nee. Want, want jij, jij kent jouw informatie... en iemand anders heeft andere informatie. Zo werkt dat. Dan, dan ga je dat aan elkaar afwegen. Ja. En dan kom je misschien ergens. En ik snap ook wel uh, dat dit geen... Discussie is maar gewoon dit is, uh, polemisch. Ik snap het wel. Uh, maar ik denk ook niet dat Rob Jette dit. Uh, hij is hier niet aan het acteren. Hij is gewoon echt. Nee. Gepist, gewoon heel erg uh, boos en heeft gewoon bepaald voor zichzelf: Rusland is slecht. Dus hij is eigenlijk gewoon een slachtoffer van het hele systeem. Hij heeft bepaald voor zichzelf: Rusland is slecht. En uh, mijn denken, mijn redeneren, heeft dat als uitgangspunt. Ja. Maar... Dus als er dan misschien andere informatie is die een andere verklaring biedt dan: uh, Poetin is slecht voor, of Rusland is slecht, voor handelingen die gedaan worden door Rusland, door Robiette waarschijnlijk Poetin genoemd, dan doet hij dit. Dat, dat is niet. Dat is gewoon. Ja. Ja. Mensen die alleen luisteren, ik had mijn hand voor, voor mogen. Maar dat is in de praktijk wel de, de rol die hier ook dient. Zeg maar niet alleen om. Gewoon uh, als een, uh, een, een stier in de in, uh, arena erop af te chargen. Maar doordat hij op deze manier reageert, voorkomt hij dat een, een coherente uh, andere analyse van de case Oekraïne aan een uh, non-FVD publiek, publiek wordt verkondigd op een livestream uh -huh. die nou, volgens mij tientallen tot honderd door door tientallen tot honderdduizend mensen inmiddels is bekeken. Uh, en als dan 1% daarvan uh, dat dan hoort en denkt van, goh, dat ga ik eens opzoeken, dan is dat al een probleem, want dan beginnen er barsjes te vormen in het narratief. Dus er wordt heel duidelijk, elke keer dat hij een coherent punt probeert te maken, Baudet, wordt er een poging gedaan om niet toe te laten dat hij zijn standpunt toelicht. Kijk maar. Ja, en, ik, en ik, oh. denk zij, ik, ja, ja. ik denk dat zij. Ik denk dat zij. Robjetten en ook de, de, de NOS uh, mensen die dan werken, hebben dat niet door dat ze dat doen. Ze denken gewoon dat ze een discussie aan het voeren zijn of zo. Ze ja. hebben echt geen flauw idee van wat ze aan het doen zijn. Het zijn nou, echt wederom tools, denk ik. Op zich, uh, ik heb het idee dat er op een gegeven moment wel een producer in een oor, uh, oortje begint te schreeuwen. Maar. Kijk maar. is Poetin een held, meneer Baudet? Waarom zit iemand zoals u in het Nederlands parlement, die hier blij zou moeten zijn dat we in vrijheid en democratie mogen leven? Waarom vindt u oh. iemand een held die een ander Europees Jongen. democratisch land aanvalt en al maandenlang bezet? Oekraïne een democratisch land, maar redelijk. Ja, oppositieactivisten doodgeschoten, media onder staatscontrole gesteld, oppositiepartijen verboden. En, Russisch publiceren verboden. En, ja, in een land waar. De helft van de bevolking native speaker Russisch is. Ja, en waar een groot deel van de bevolking, wiens, um, over wie zij gezag claimen, ze niet laten meestemmen in hun verkiezingen. Ja. Wat ook heel interessant dat, is. Dat is de VS. Oh. Zei iemand Puerto Rico? Oké. Okay. Ik zei Puerto Rico, ik dacht het. Het ja. niet een heel groot deel, maar wel een deel. Maar. Hij stelt de vraag en in plaats van, want de vraag is: waarom noem je Poetin een held? En in plaats van dan te zeggen: waarom noem je Poetin een held? Ga je gang. Moet hij een enorme hoop kwalific kwalificeringen erop stapelen. van die m 17 eerschiet et cetera, et cetera. En vanuit Podes is het ook van: ja, oké, okay, kan ik. Ja. 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 Klaar met je toneelstukje? En geef gewoon antwoord op zijn vraag. Het is nog niet zo moeilijk: waarom is Poetin een held? Wat ik heb gezegd is dat ik, dat ik denk dat Poetin, uh, als leider van Rusland sinds 1 januari 2000, uh, uh, op zeer uh, bijzondere manier zijn land heeft wederopgebouwd. 19... Nu begint er een producer ergens te roepen. Wacht eens fuck, even. Fuck, stop, stop, fuck. stop. Ingrijpen. Let op. 1990 en het jaar 2000 stortte Rusland in de een op, met name onder het bewind van Boris Yeltsin. Het, het viel ten prooi aan roofkapitalisme. Uh, de levensverwachting uh, daalde uh, ingrijpend. En uh, Vladimir Poetin heeft van Rusland weer een sterk land gemaakt. Hij heeft daar een land van gemaakt. dat... En Emma's. Kamerad Cherry. Uh, uh... <laughs> Tabarisch Thierry. Pak, misschien moeten we hem toch maar uitnodigen. Kijken of hij een keer wil praten. <laughs> 17 uh, uit economisch oh, oh. Komt hij weer met zijn MH17. Ja, dat heb je al gezegd erop. <laughs> Dit is we. een leuk beeld. <laughs> we get it. <laughs> en Oekraïne aangevallen. Dus... Oekraïne is trouwens niet de eerste. Georgië was ook uh, in 2008. Kijk, um... oké. Okay. Hebben Goeie we er net op ingegaan? Er waren peacekeepers van het staakt het vuren van de burgeroorlog in de jaren 90 daar aanwezig. Die waren aangevallen door Georgië, waarop. Ru Russische peacekeepers aangevallen door Georgië, waarop Rusland het Georgische leger heeft aangevallen. En alle vraagtekens over de proportionaliteit van die tegenaanval dat is een legitiem debat. Alleen Rusland viel Georgië binnen is niet een juiste duiding van de feiten van wat er toen is gebeurd. U zegt het, het gaat nu over de dus mag ik, ga ik ja, nee, we gaan niet een had. heel we gaan niet dus een heel college we gaan geven niet, over we, de we gaan niet ik... Je vraagt, kan je dit toelichten? Begint hij het toe te lichten? Ja, we gaan het niet in een heel college geven. Ik ga over mijn eigen antwoord. Ja, maar ik ga hier over de, de, de hele uitzending van Meneer Baudet, serieus. Om mij hier te vreden. Dat is helemaal niet waar. Ik dat geef is een normaal waar. antwoord. Ook vragen Kijk, wat er gebeurd is. Voor de, heer, de heer. heer Ja, ja, ja. Wat er is, is dat de Amerikanen, met name de, de NAVO, uh, uh, op alle mogelijke manieren. een ondermijningsagenda uitvoeren om Rusland ten val te brengen. Jammer dat hij niet het 2019 Rand Report uh, hier noemt. Maar oké. Okay. Mail het even aan hem. Dat is al sinds de jaren 70 is dat het grote doel van de Amerikaanse buitenlandse politiek en de Kleurenrevolutie, zoals dat genoemd wordt, is een instrument van de Amerikaanse imperialistische politiek. En Rusland heeft zich daartegen teweeg gesteld. En de endgame Ukraine, zoals het al door Brzezinski en Kissinger vanaf de jaren 70 uiteen is gezet, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Als ze dat hebben, dan kunnen ze Rusland pakken. Dus... Dit is denk ik wel een beetje een internetbubbeldingetje dingetje voor uh, Thierry. Want de gemiddelde Nederlandse tv-kijker weet denk ik niet wie Brzezinski is. Jerry misschien nog wel, maar Brzezinski niet, nee. Ja, ja. Maar goed, dit is een, een, een spontaan uh, pleidooi uh, waar die in terecht komt. En de duiding van de situatie die is opvallend goed. Ja, het is niet heel veel op aan te merken. Amerika is de agressor en Rusland treedt defensief op. Vind ik het tragisch dat die oorlog er is? Ontzettend. Was het te voorkomen geweest? Ja. Is het nu nog te stoppen? Morgen. Geen enkel probleem. Alleen Amerika gaat hier maar mee door. En met name het Amerikaanse militair-industrieel complex. Het is te stoppen, en ik vind het vreselijk als... voor jouw landgenoten en voor mensen zoals jullie. En jullie zouden ook moeten inzien dat je niet slachtoffer bent van een Russische agressor. Maar je bent slachtoffer van een Amerikaanse agressor. Nog één keer even die metro en dan gaan we naar heel Het is gewoon de spreekpop van Poetin die hier naast mij zit gewoon ja. oh, nul, nul inhoud, nul, nul. gewoon ook niet. ontkracht iets wat hij zegt dan robot maar het interessantste aan, zeg maar vanuit het oogpunt van een uh, onbevangen publiek hierin is dat hij niet zegt oh de analyse van uh, Dugin hierover nee, Brzezinski en Kissinger dus dit is, je hoeft niet de Russische kant te geloven. De Amerikaanse kant vertelt namelijk zelf aan de wereld wat ze aan het doen zijn. Dus ja. het enige wat je hoeft te doen is hun woorden lezen en ze op hun woord te geloven dat de kwade intenties die zij verkondigen inderdaad hun kwade intenties zijn wanneer die ook in de praktijk tot uiting komen. Dat is hoe simpel het is. Nee, dit is gewoon de spreekpop van Poetin. Dat is wat die hier aan de hand is. Die zit hier. Die wordt gewoon uitgenodigd door, 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 door NOS. Schandalig vind ik het. Nou ja, je hebt mensen die dan inderdaad dat willen geloven. en die uh, horen dit allemaal aan. en die denken: God, zou het, zou het. En dan horen ze Rob Jetten zeggen: Ja, ze spreekt Pop van Poetin. En dan oh, denk je: okay. Oh ja, nee, oké. Okay. Klik, die kan weer uit. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Uh, ik ja. ben het helaas mee eens met uh, meneer Jetten. Uh, maar het is niet Amerika die dit veroorzaakt. Dat is Rusland. Rusland vuurde de raketten af en alles wat Amerika doet ja. is wapens geven om te verdedigen. Als iemand wordt ja. Oké, okay, okay. leg dan alsjeblieft uit hoe het kan dat die wapens al werden geleverd voordat Rusland uh, Oekraïne bombardeerde. Dat in december 2021, de december voor de invasie, 45 vrachtvliegtuigen vol met wapens vanuit de VS in Oekraïne zijn geland. Voor 24 februari, dus wie was wapentuig naar Oekraïne aan het sturen? De VS was dat aan het doen. Maar goed, historische feitelijke uh, informatie is natuurlijk niet relevant, want dat is uh, objectief pro-Russisch of zo. Context is, um, bestaat niet. Context equals propaganda. <laughs> ja. Jesus Christ. Ga je dan wat staan? Ja, jullie moeten maar stoppen of helpen aan de, ze, aan de persoon die wordt aangevallen. Wat gaat u zelf dan doen? U stemt altijd tegen hulp, tegen hun verdedigingshulp aan een land die aangevallen, aangevallen werd op 24 februari 2022. Mensen waren aan het slapen en ze werden gebombardeerd door een persoon die u een help noemt. Er waren al acht jaar lang mensen die niet konden slapen omdat ze werden gebombardeerd. Dat zou hij moeten weten. Leiden. Hij komt, hij heeft een Oekraïense achtergrond, toch? Ja, ik vind de tragedie wel met uh, Oekraïense diaspora. Ik, een, uh, een vriend van me die helaas het westerse narratief over Oekraïne volledig gelooft, die zei van ja, ik was uh, uh, toen dat gebeurde in 2014 in New York en daar was, ik zat ik in een bar met uh, Oekraïners die daar waren en die uh, waren allemaal helemaal uh, uh, aanhanger van, van die uh, revolutie, zoals die het noemde, in de staatsgreep, zonder het bewustzijn van, hmm, oké, okay, Oekraïners die in de VS zijn, die, dat is al uh, indicator nummer één, want de Russische helft van uh, de pro-Russische helft van Oekraïne, die gaat namelijk naar Rusland als zij uh, naar Rusland toen de tijd als ze in het buitenland gingen studeren. Dus je hebt al niet een representatieve steekproef. En dan specifiek in New York, sorry, New York is berucht, is zo berucht om hun West-Oekraïnse bandera-vererende uh, diaspora, dat er in New York State letterlijk een monument naar leden van de organisatie van Oekraïnse nationalisten, die dus nazi-collaborateurs waren, is neergezet door de Oekraïnse diaspora. Dus. Het is daarmee uh, een figuur als dit, die, nou ja, ik bedoel, ik ken zijn achtergrond niet, maar het feit dat hij in Nederland is, getuigt eigenlijk al van het feit dat zijn omgeving, zijn ouders, met name meer op het Westen waren gericht, dus waarschijnlijk meer van West-Oekraïnse, uh, ook wel bekend als Oekraïnse, origine zijn. En ja. de mensen die meer pro-Russisch zijn, niemand daarvan gaat naar Europa, tuurlijk niet. Dus die kant van de diaspora die hoor je nooit in Europa. Ja. Kun, staat u nog steeds achter uw woorden dat hij een held is? Terwijl ja, hij de opdracht heeft. Uh, hij ziet. heeft het toch net al vijf keer uitgelegd of geprobeerd uit te leggen als je niet luistert. Ik kan de vraag nog een keer stellen, maar dan gaat hij het nog een keer uitleggen. En dan ga je hem weer onderbreken. Komt er nog iets of is dit wat er nu precies gaat gebeuren? Ja, nog twintig uh, seconden. Miljoenen mensen te laten vluchten of honderdduizenden te vermoorden. Even. Uh, Putin is een held binnen okay. de binnenlandse politiek. Binnen ja. de binnenlandse politiek heeft hij dat heeft hij heel ik goed. Wil een zo ja of nee? Gebouwd. Ja, ja nee. of nee. Uh, ja. Ik denk. Dat is <laughs> gewoon. It all boils down to that. Weet je gewoon ja of nee. Ergens anders, dan krijgen ze ook een stelling voorgeworpen. waar ze dan alleen maar met ja of nee op moeten antwoorden. En dan begint hij uit te leggen: van ja, dit zijn een beetje de overwegingen. En is het nee, alleen ja of nee? Als je een verkiezingsdebat hebt, dan is het ja of nee toch het minst interessante. Je wilt toch juist weten wat de overwegingen zijn om een standpunt in te nemen? Tja, maar nee. ...dat het ontzettend tragisch is. Ik denk dat Poetin het ook heel erg tragisch vindt... Uh, ...dat die oorlog gaande is. Daarom biedt hij elke dag vrede aan. Maar het Westen weigert Jette denk dat. Uh, Jette denkt dat Poetin het niet tragisch vindt. Dat hij gewoon zo elke nacht zo zit. Ik ben Poetin. En ik ben de wereld aan het veroveren. Maar ik ben trouwens, by the way... ...niet gewoon echt Oekraïnse steden aan het platgooien. Gewoon echt totaal niet. Maar... Ja, en er wordt zo... Uh... Uh, uh, zo gepoogd om burgerslachtoffers te sparen, dat er minstens tien keer zo, zo weinig burgerslachtoffers als militaire slachtoffers zijn. Wat een, uh, getuigt van een, een specifieke inzet om dat doel te bereiken. Toch, en, heeft... nou, en dat uh, er in anderhalf jaar oorlog uh, minder doden zijn dan in een maand in Palestina. Al dus de VN wat. Uh, ik denk wel, want het gaat om bevestigde doden. Een heleboel is natuurlijk niet te bevestigen. Dus sure, sure, dan, sure, okay. uh, is het daadwerkelijk getal waarschijnlijk inderdaad hoger, maar het geeft wel een indicatie oh, van dat. schaal aan. Want als er een miljoen mensen dood zijn, dan betekent dat dat je wel iets meer dan 9000 kan verifiëren. Uh, dat denk ik ook al, ja. Dan hebben we hier uh... nog een monopartistisch figuur. Ja, dus dat zou je kunnen zeggen. Dat gaat hij nu zelf zeggen, namelijk. U volgens mij een hekel aan. We gaan toch even links-rechts nu schetsen. W waar staat Volt ergens? Horen jullie bij de SP? Zitten jullie toch dichter bij de VVD? Waar, waar moeten jullie nou op dat spectrum plaatsen? En Wij zijn knijter progressief. Dat is waar je ons moet plaatsen. Europees progressief. Um, wij doen voorstellen voor het vastleggen van de 2% NAVO-norm. Dat doen we samen met de VVD. Dat is echt heel progressief. Dat lijkt me nou wel gewoon uh, defensie budget verhogen. Lijkt me wel een knijter progressief voorstel. Dat is de progressie van de geschiedenis van de samenleving. Dat is de voortbeweging van de samenleving. Dat er meer in defensie wordt gestoken. Dat we beter in staat zijn om mensen dood te maken, mocht dat nodig zijn. Want middelen tot het vernietigen van dingen op grote schaal depressie. leiden namelijk tot de opbouw van de wereld en de bevordering van de materiële staat van de wereld. Idee met de SGP, met de CDA, om dat wettelijk te verankeren, om te zorgen dat we ook onze veiligheid, onze defensie met een knijter progressieve partij als de SGB. Industrie voor de lange termijn kunnen garanderen... omdat de politiek dat jarenlang niet gedaan heeft. We doen voorstellen uh, voor gratis schoolmaaltijden. Dat doen we met uh, D66. Um, en we doen voorstellen samen met GroenLinks uh, en met de ChristenUnie. Dus wij werken met een breed spectrum samen uh, in de Tweede Kamer. En is dat meteen... Maar waar je ons, zo dat het plaatsen, ja, waar je ons moet plaatsen, is uiteindelijk progressief. Dus ja. niet links, niet rechts. Dat hebben we bij de vorige campagne ook gezegd. Ja. Dat is echt de oude politieke Maar denk. Is dat meteen, meteen ook da een beeld dat het een beetje diffuus maakt? Want als ik dan als kiezer probeer te... Denk, oké, okay, nou Volt, dat is een partij, ze lijken een beetje op D66. Wat, wat is dan eigenlijk het verschil met D66? Nou, kijk, het fundamentele verschil, en dat is ook de systeemverandering die wij willen, is dat wij een Europese partij zijn, actief in elk land van de dat Europese... Is geen, dat is geen systeemverandering. Jullie doen dat gewoon. Binnen het bestaande systeem. Of de bestaande systemen, beter gezegd. Wij hebben gewoon zusterpartijen in andere landen. Ik heb nieuws voor Ik je. P van de A heeft ook gewoon de P van de A in België. Ja, nou ja, de P van de A in België is een hele beter andere... PvdA. De... Klopt, die is beter dan de P van de A in Nederland, ja. je, je hebt de, uh, vooruit en PS in uh, België en die zijn min of meer de P van de A. Maar alle grote Europese partijen, die hebben zusterpartijen die onder dezelfde koepelpartij vallen in andere Europese landen. Dus dat het dan ook formeel dezelfde naam heeft, echt... Maar Denk is een je soort, nou dat dat uitmaakt? Ja, maar dit is gewoon een soort uh, Instagram-hype voor uh, expats en mensen die met expats, veel met expats omgaan. Ja, maar het is, het is gewoon in plaats van daadwerkelijk iets te zeggen, en dit geldt ook een beetje voor hoe Rob Jetten net reageert, een term of een, een, een uitspraak uh, waar ik de laatste tijd uh, vaak aan denk om, om in gebruik te nemen, is uh, you make my memes come true. <laughs> Nee, ja, dat ja. geldt wel ah, voor Volt. Dat geldt voor Volt, ja. Unie met het gezamenlijke programma... om die grote uitdagingen van vandaag om te gaan. Er is geen enkele partij... Beeld helder die helder genoeg wat Volt is, dat denkt u. Is het beeld helder genoeg? Nou, en daarnaast... Het verschil met de andere partijen. Nou, daarnaast zijn, Want je wilt uh, meer zijn dan de AliExpress-versie van D66? Nee, kijk, ik denk dat wij uh, de 21ste eerste, uh, versie zijn van, uh, van D66, als je zo zou willen bekijken. En wij willen gewoon een heel nieuw systeem. En ook inhoudelijk verschillen wij op uh, punten, ook met D66, ook met PvdA van GroenLinks, links, ook met de VVD. Maar zijn we ook dat breekijzer om partijen mee te nemen? Uh, een paar jaar geleden was D66 nog niet voor kernenergie, nu zijn we dat wel. Uh, ja, dankzij Volt? Uh, uh, wij hadden dat toen al in ons het, programma. Staan. Oh, ja. zegt, we hebben al ja. de 20.40. Hij zegt: We willen gewoon een heel nieuw systeem. <laughs> maar dan gaat hij daarna, sorry, ik onderbreek hem nu eigenlijk, maar hij gaat nu dan een soort van hele concrete dingen benoemen. Als uh, gratis maaltijden op scholen of zo. Dat is een maatregel. Dat is een maatregel binnen het bestaande systeem. En het enige uh, systeemverandering die ze dan potentieel aan zouden hangen is. We zijn een Europese partij. Meer wordt, me echt niet, ik, wordt mij echt niet duidelijk. En ik, ik bedoel, ik vind het leuk om er grap over te maken. Maar als hij nou echt iets substantieels zou zeggen, zou, 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 zou ik luisteren. Zeg maar. maar dat doet hij niet. Ja, maar zie je niet hoe de fundamentele machtsdynamiek in de samenleving verschuift door gratis schoolmaaltijden? Ja, ja, nee, dat is wel, wel <laughs> waar. Ja. Dat is. Uh... Dat, dat is wel een emancipatoire werking van heb ik jou, daar is dat. 40. Eh, klimaatneutraal hadden we de vorige keer ook in ons programma staan. Nu zijn PvdA en GroenLinks daar ook voorstander van. D66 ook. Schoolmaaltijden willen wij gratis maken. Nu is de VVD daar ook in één keer voorstander van. Dus zo zijn we ook een partij in aanjagen van vernieuwing en verandering. En dat is denk ik ook de rol eh, die Volt op dit moment op zich moet nemen. Ja, maar... Ik denk dat ze naar Volt keken en dachten... oh. Ja, ik bedoel, het zou best kunnen dat D66 nu gewoon wordt vervangen door Volt, omdat Volt volgens mij groter gaat worden dan D66. Maar uh, andere partijen die kijken nu naar een partij van drie, twee zetels en denken, oh, oh, zij we dit? Oké, okay, dan moeten wij dit nu ook overnemen, want we voelen de hete adem van Volt in onze nek. Volt staat op 3 tot 5 en D66 staat op 5 tot 9 zetels in de laatste peiling. Oké. Okay. Weet de kiezer dit? Daar probeer ik eigenlijk, snap ik? En bieden en da, we, dan dan bieden dat we bieden de komende te campagne doen. En natuurlijk. Maar wat da, dat, ik probeer te zeggen we is, we is nog is voor de, de, is voor de kiezer duidelijk genoeg wat Volt nou is. Behalve ja, dat is die partij die heel erg voor Europa is. Uh, ik denk dat dat voor een hoop mensen al heel duidelijk is. Dat heel duidelijk is waar wij voor staan. Zeker ook voor die Europese samenwerking. Je wil als is, kiezer eigenlijk bij debatten van tevoren kunnen bedenken. Oké, okay, er is een debat over dit onderwerp. Dan zal die politicus wel dat vinden. Dat weet je, bij het CDA weten ze. Dan zullen ze voor het gezin zijn. Je weet bij de SP, wat Lilian Marijnis gaat zeggen, bij Laurens dat. Dat kan dat was... zo verschillen per onderwerp. Um, nou, misschien dus... maakte dat wat diffuus. Het is dus wel nice. Niet. Uh, gewoon. Om zo'n totaal nikszeggend figuur. Als Laurens Dassen. te interviewen. Want je kan echt shots fire. en hij kan echt niks terug zeggen. Kijk hoe makkelijk deze guy ontmanteld wordt. door motherfucking Art Royakkers. Die normaal gewoon echt softball interviews naar iedereen geeft. Tenminste, alles wat ik van hem gezien heb. Tja. Hij, ja, er... hij probeert het ook niet, maar het gaat gewoon zo. Ja, ja, ja. Hij kan niet anders. <laughs> ik bedoel, kan, je, kan je een sneeuwpop de hand schudden zonder dat die smelt? Nou, dat is wel moeilijk, denk ik. Ja. Niet? Ik denk juist dat heel veel mensen ons herkennen aan uh, het Europese. Uh, dat, dat veel mensen dat meteen herkennen. Ik denk dat ook veel mensen ons herkennen aan uh, het progressieve, wat er bij ons in zit. Uh, en ja. Daar heb je al gezegd. Dat betekent ja, niks. Met de voorstellen die we nu doen, dat we ook echt duidelijke keuzes, keuzes durven maken. Dus ik denk dat... Oh, wij durven keuzes te maken. Damn. Ah, oh, shit. Voor veel mensen Volt uh, heel bekend is, maar ik zie ook nog wel de uitdaging... dat we Volt nog veel bekender moeten maken. Uh, <laughs> ja, want ik denk ja, dat het... Goh zeg. Oh, hij, 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 moet je kijken, hij komt nu even... Hij uh, gaat nu even empathisch doen ook. Moet je kijken. En herkenbaarder, maar ja. ik denk dat daar nog heel veel potentieel ook zit, juist om te zorgen dat Volt nog flink verder gaat groeien. En dat gaan we nu op 22 november naar zes zetels doen. Maar voor de komende jaren gaan we verder groeien, niet alleen in Nederland, in heel Europa. En dan zult u zien wat het verschil is met de nationale partijen. De, de wereld en de kan niet meer van Volt heen over een aantal jaren. Nou, absoluut. Hey, uh, in uw verkiezingen. Laudis hij moet even zijn kraag uh, even goed doen. Die zit zeg maar een beetje zo. Het ziet er niet best uit als je als politicus een soort van uh, kijk, als je je hoeft van mij niet per se een kraag, maar als je dan een kraag hebt. Doe even gewoon dat hij goed zit. Is dat, een voor, is dat een beetje voor lul? Het programma domineert het woord radicaal. Hè? Radicaal voor in Europa, radicaal voor het klimaat, radicaal voor gelijke kansen. Sfermetaal. Tegelijkertijd zijn jullie hele keurige mensen daarbij bij Volt. Ik denk, ja, past dat nou bij elkaar? Zou dat dan, is dat iets waar je als voor de kiezers op kan profileren? Wij zijn radicaler dan de rest. Um, ik, ik, ik denk dat radicaal. wij een van de weinige partijen zijn die hele duidelijke keuzes maken voor de toekomst. En dat... Oh, okay. Ik duid mezelf. Ik duid mezelf. Kijk eens, ik ben zo radicaal. Kijk naar mij. Hallo. En maak maken ik heb geen niet plek. alleen keuzes. Wij maken keuzes voor de toekomst. Ah oh, ja. Ja, ja. Nou, dat okay. is. Ik denk dat dit wel de lachwekkendheid is. Waar we mee af willen sluiten. Want ik moet wel. En we zijn ja. echt al heel lang bezig. Dus. Ja, dat is zeker waar. Maar het was een. Dat is een vruchtbare aflevering. Ik ga mezelf duiden. Ja, ik ook. Goede en ik ga ook gewoon, uh, zeg maar, politici zeggen stemmen. En ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Smash that motherfucking like button voor deze. What the fuck? <laughs> die heb ik niet eerder gedaan. Hou van ons. Kom op. Je kan toch gewoon een beetje van ons houden. Het enige wat je hoeft te doen is de like button. Niet dat wij daar iets aan hebben. Maar het is wel <laughs> grappig als we meer likes hebben. Kijk jij ooit naar de hoeveelheid likes die we hebben? Ik nooit eigenlijk. Voordat je dat doet. Spoel terug naar het begin van de stream en kijk wat Koen over je zegt. Ah oh ja, shit. Pak. <laughs> je ware uh, uitkomt naar boven, jongen. Ik ben een echte hoer. Gewoon, hallo, Koen, de... hoer. Ah. Bijna dezelfde letters. Dit begint uh, aardig lekker te ontsporen. Dus bij <laughs> deze: als de wereld volgende week nog niet is vergaan, dan zijn we er weer. Tjus. Ja. Ga ik even pissen.